Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Welkom terug bij dit kanaal. Zoals beloofd gaan we door met het hoofdstuk van de vrouwen van de profeet. Zoals jullie hebben kunnen horen in eerdere delen van deze serie 2024... heb ik met jullie de andere kant laten zien aan mensen... waarvan van jullie wordt verwacht dat jullie ze alsmaar blindeling eren en vertrouwen en en en... terwijl dezelfde hadithboeken die jullie dat leren... vertellen ons zaken ook over dezezelfde mensen als Abu Bakr, Ofma, Omar, Uthman, muawiya en en en... Waarbij je als nadenkend, kritisch denkend moslim vraagteken hoort te zetten. Ja? En ik heb jullie verteld, dat doen jullie niet, want de ideologie is nadenken, vraag stellen is een zonde in, in hadith islam Dus het is heel makkelijk. Dus zo, dus zo zal de rotheid in wat ze vervalst hebben als de nieuwe islam kunnen we er nooit uithalen als de taboe erop blijft. De taboe moet eraf en zaken moeten bespreekbaar worden. Er is een islam van Koran en er is een islam uit de hadithboeken. En het is, het is, weet je wat zo erg is? Weet jullie wat zo erg is? Er is een boek geschreven door een Jood schrijver, Hij heet Liva Jacober. Hoe heet het boek? Het boek heet. The Traditions of Al-Bukhari and their Agaric Parallels. Wat zijn agadic? Dat zijn de hadith van de Joden. Dit is een Joodsch schrijver, begin bij pagina 30, die jou vertelt dat Joden zelf hebben hun geloof gecorrupt door wat ze noemen de Talmud erbij te uh, bedenken, als leugen over hun God. En hij zegt: de moslims hebben dit gekopieerd van ons. En, ze zijn de, en hij noemt Bulgari bij naam, onder andere. Jullie zien het, zijn boek heet Boegari. Dit is een jood die schrijft over Boegari. Een joodschrijver schrijver schrijft over Boegari. En jullie, ahadith-moslims, jullie leggen nog steeds te, te ronken en te snurken. Een, een joods iemand snapt jullie corrupt islam beter dan dat jullie het snappen. En hij zegt uiteindelijk: begin bij pagina 30, want ik ga het hier niet, niet bespreken, is een lange boek. En wat zegt hij? Uiteindelijk, het is vervalsing en het is gemaakt omdat Joden, het is gekopieerd vanuit de Joden. En de Joden hebben de Talmoed bedacht omdat ze tegen de Joden hebben gezegd: De Torah van God is niet genoeg. De Torah van God beantwoordt niet iedere vraag. En dus hebben wij een probleem. En dus om het Jodendom populair te houden, moet er voor elke vraag een antwoord zijn, anders gaan mensen afhaken. En dus is de Talmoed ontstaan. En hij zegt. En hij heeft de Talmud bestudeerd en de Hadith en Bukhari. Hij noemt zijn boek naar Bukhari. En hij zegt wat ik zie is heel veel overeenkomsten. En wie begint te lezen vanaf pagina 30, hij zegt en het feit dat geloof nu op deze manier in deze vorm ingezet wordt als politiek middel, als politiek wapen. Ja, uh, uh, je moet dood zijn om dat niet te snappen. Dus het is nu, wij gaan nu van geloof, omdat we dat doen van God, naar geloof zodat jullie allemaal schapen blijven onder de duim van een kalifa. En zodat jullie precies doen wat hij wil, hoe hij dat wil. Dat is het. Ja? Afijn, dat gezegd hebben om niet te veel af te dwalen. Ik heb dus met jullie besproken de rottigheid conform de hadithboeken van, van Abu Bakr Omar. Uthman komen we nog, ik wil zijn volgorde doen. Maar dan nu voordat we overgaan naar Uthman. Heb ik jullie beloofd dat we ook gaan kijken naar een andere kant in hadithboeken van de vrouwen van de profeet. Jullie noemen ze allemaal de moeders van de moslim. En ik weet dat is een term die Allah gebruikt in Koran. Maar Allah vertelt ons niet wie de goede vrouwen zijn. Dus je kan niet tegen me zeggen... Aisha shahaf, wat Allah vertelt. Nee. En dat is wat moslims... Dat, dat is waar je uit moet komen. Uit de komen van... Ja, Allah vertelt in Koran en dus. Allah vertelt in Koran... De vrouwen van de profeet zijn jullie moeders. Behandelen ze en zien ze ook alsdanig. Maar Allah vertelt er niet bij Aisha en Hafsa en, en Sauda. En, en, en. Dus je kan niet tegen me zeggen: Aisha, want, snap je hoe kom dat is en hoe gevaarlijk het is? Ja? Je plakt het oosten met het westen. Je plakt aardappels met tomaten en het is hetzelfde. Nee, Allah vertelt in Koran de vrouwen van de profeet, maar Hij vertelt ons niet wie. Dus ik weet niet wie ik moet vertrouwen. En het doet er niet toe, want dat speelt niet meer in mijn leven. Dat doet er niet toe. De vrouwen zijn er niet meer. Ja, dus die vraag hoef ik zelf niet mee te worstelen. Ik neem het aan als een openbaring van Allah. Ik, ik accepteer het en geloof het. Maar gelukkig, uit genade van Allah, hoef ik het niet te onderzoeken en ik hoef het niet uit te zoeken. Want de vrouwen van de profeet zijn er niet meer. Ja. Maar laten we gaan kijken naar toen ze er nog wel waren. Ja. Hoe hun karakter was, hun persoonlijkheden waren. En hoe dat. Conform de Ahadith, hoe Ahadith ze schetst, of dat respect afdwingt. Dat is het. En wat dat betreft zeg ik tegen jou als moslim, die in Sunni, Ahadith en al die onzin gelooft, je hebt een probleem. Ja? Je hebt een probleem. Want of je blijft geloven in Ahadith boeken, ja? dan kan je niet zeggen: Ja, maar Ahadith ik geloof alleen pagina 1 tot 10. En pagina 10 tot 20 waar ze praten over de slechte eigenschappen van Abu Bakr en Aisha, wil ik niet geloven. Je snapt dan dat niemand jou serieus neemt. Je kan niet zeggen, ik geloof in ahadid sahih, maar de ahadith sahih, hoewel ze sahih zijn verklaard, maar als ze iets vertellen wat niet goed is over Abu Bakr, Omar en Aisha, dan geloof ik het niet. Jullie snappen dat jullie dan people de clown zijn en dat niemand jullie nog serieus kan nemen. En je snapt dat je... Jouw islam op die manier enorme handicap heeft, die loopt te kreukelen op één teen. Ik zal niet zeggen één voet, maar één teen. Dat is het. Dus, of je neemt afscheid van jouw ahadith-islam en je keert tot Koran, of je blijft ahadith-islam omarmen, maar dan moet je niet geïrriteerd en boos gaan doen als ik vanuit diezelfde boeken tegen je zeg, maar accepteer je dan ook dit, want dat is ook ahadith-sahih. En wat je nu ziet, is dat mensen in vuur en vlam knallen in comments. En, en ik verwijder ze, omdat jullie asociaal zijn. Wees beleefd en kritisch, dan laat ik het staan. Dat heb ik jullie altijd verteld. Maar als je tegen me gaat knallen met termen die niet kunnen... dan is het opzouten. Accepteer ik niet op mijn kanaal, is nog altijd mijn kanaal. Ja? Maar dat krijg je dus, de frustratie. Jullie krijgen de frustratie omdat ik jullie iets vertel... wat waar is, jullie weten dat het waar is... En jullie weten niet wat jullie moeten doen. Want jullie hebben julliezelf nu opgesloten in Ahadith-Islam. En jullie hebben alle deuren en ramen dichtgemetseld. En, en jullie blijven in die cult, kost wat kost. Dus jullie hebben een probleem. En dat frustreert, want jullie willen eruit, maar jullie weten niet hoe. Jullie blijven erin, maar dat betekent dat jullie ook moeten accepteren de andere kant. Maar dat willen jullie niet. Snap jullie, jullie dilemma? Dilemma, ik zou niet in jullie schoenen willen staan. Alhamdulillah, hoof ik dat niet. Laten we beginnen met. Een incident waarbij de vrouwen van de profeet betrokken waren. Waar, waarbij wij een heel vreemde kant van hun te zien krijgen. Helemaal niet de kant van een, 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 een alom geliefde moeder. De gehoorzame vrouw van de profeet. De warme moeders van de moslims. Totaal niet. Aisha heeft een propaganda gesteund waarbij uiteindelijk Ali vermoord is. Ja? Ali en zijn, en zijn kinderen. En het gaat zo ver dat hun hoofden afgehakt zijn... en ze werden in paleizen van khalifas gerold over de grond... terwijl hun dochters toekeken. Dit is wat ze gedaan hebben met de familie van de profeet... waarvan hij in jullie sahih moslim heeft gezegd... ik laat twee zaken achter, de Koran en mijn familie. En in naam van Allah vraag ik jullie om goed te zorgen voor mijn familie... tot aan drie keer toe. En nu eren jullie, kalifas." Die de familie van de profeet hebben geëerd, nee. Die de hoofden van de kinderen en de kleinkinderen van de profeet hebben afgehakt, mee hebben genomen op, op stokken en mee hebben gevoetbald in uh, 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 de paleizen van de califa. Dat komt allemaal nog wel, maar zodat jullie dat weten. En de kleindochters van de profeet, die heeft de califa waar ik het over heb, die ze gingen, deze kleindochters van de profeet, ja. Een van die dochters die ging achter de troon staan van de khalifa... zodat ze het hoofd van haar vader niet hoefde te zien die afgehakt is. En toen kwam een van die duivels, handlangers van de khalifa... en die zei, ik wil haar hebben. Ik wil haar hebben als seksslavin. En waarop, de, 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 haar, tante, waarop haar tante sprong... een dame, Arabische dame, moslima, familie van de profeet sprong... en ze zegt, ner niet van. In naam van Allah, al is dat het laatste wat ik doe. Jij komt niet met je poten... Aan haar. Ja? En wat zei jullie khalifa? Wat zei hij? Hij komt aan haar als ik dat wil. Dus dit is de kleindochter van de profeet. En een van jullie moslimleiders die jullie eren. Die wilde haar hebben. Gewoon puur als buit. Omdat ze nu de hele familie van Ali hebben vermoord. Zijn zij de winnaars. En zijn vrouwen hebben ze meegenomen. En als buit worden de, de kleindochters van de profeet... Gevraagd en er wordt over gelachen dat ze mogelijk als seksslavinnen meegenomen worden. En ze hadden niemand om ze te helpen, behalve hun tante. Hun tante sprong naar voren en ze zei: Niets van, niemand raakt ze aan. Al is dat het laatste wat ik doe. En weet dat als jullie dat echt gaan doen, dan zijn jullie helemaal los van God. Dat is natuurlijk wat ze zegt in angst. Want zij weet als iemand de hoofd laat rollen van de kleinkinderen van de profeet, dan zijn ze al losgeraakt van Allah. Maar dit is een dame. Hulpeloos weet niet wat ze moet zeggen. Ze bluft op dit moment. En ze weet dat die kalifa toen tegen haar zei: ik ben zijn naam vergeten, maar dat komt nog. Deze kalifa die dit heeft gedaan. Wat zei hij tegen haar? Als ik wil, geef ik de kleindochter van de überhaupt dat dit überhaupt iets is wat hij überhaupt kan zeggen. Als ik wil, krijgt mijn knechtje haar als seksslavin. Wie? De kleindochter van de profeet. En dit is de hadith Islam die we zien. Seksslavinnen. Seks, slavin, seks. We hebben nu Hadams met seksslavinnen. We hebben nu Imams die jullie leren dat jullie seksslavinnen moeten hebben. We hebben nu Ahadith boeken die jullie leren dat de profeet slavine had alleen maar voor de seks. Omdat dit geschreven zijn door satanisch hormonale kultmannen. Die hoorden bij een seksduivels cult. Hè? Waar waarbij je alleen maar voor hun op je rug moet liggen of je wordt doodgemaakt. Lust, seks. Wat Allah noemt in Koran versend. Maar daar praat niemand over. Jullie hebben het alleen maar over de korte rokjes en de homo's. Ja? Maar deze psychisch, mentaal, ziek gestoord kalifa's, die jullie nog eren vandaag de dag, hormonaal, die zover gingen dat ze zelfs de kleindochter van de profeet als seksslavin wilden dwingen. Dit was een islamitisch kalifa. In jullie boeken staat hij als islamitisch kalifa. Jullie zegenen hem, er komt nog. het verhaal komt nog zodat jullie weten dat jullie moeten blijven horen tot het eind van wat ik nog te vertellen heb. Komt nog allemaal. Ja? Dus vertel me niet. Ahadith boeken is mooi. Ahadith islam is mooi. Sunna is mooi. Nee, ahadith is Nee, het is niet zacheer. Nee, het is namazameer. Ja? Dit is wat het is. Jullie zijn zo ver. Jullie zijn zo ver. Dat jullie nu ahadith hebben die jullie vertellen. Dat jullie kalifa seksine wilden maken van de familie van de profeet. En jullie zijn volledig oké. Okay. Jullie nemen een joint, nemen een trekje en gaan achterover liggen. Dat is geen enkel probleem voor jullie. Ja, nou ja, ja. Nee, Radiallah. Allah zegen ze. Radi, ja, ja, ja. Zou het wel? Ah, leugenaar. Hè? Verschrikkelijk. Jullie zijn in een cult. Kom uit die cult. word wakker. Want het, scha het schaadt jouw islam. Ja? Je kan het beter bespreekbaar maken en daar afstand van doen, dan dat je het blijft ontkennen en mensen als ik vinden het in jullie boeken. Maar nu ben ik een moslim die opgegroeid is met Koran. Maar neem een blanke die tot islam wilde komen en dit vindt in de boeken. Je denkt toch niet dat hij dan nog het geloof gaat aanhangen waar de dochters en de kleindochters van de profeet tot seksslavinnen worden gedwongen? Die kijkt wel, die, die denkt twee keer na. Wat is dit voor duivels geloof? Jullie profeet, zijn familie wordt uitgemoord. Zijn kleindochters worden tot in gedwongen. En jullie vinden dit oké? Okay? Wat een raar geloof. Die kijkt beter uit en die zoekt een tweede geloof. Die gaat wel kijken wat hij vindt. Die gaat nog liever een boom hangen. Dus laten we gaan kijken naar een boek... die ons een incident vertelt... waarbij de vrouw van de profeet... mogelijk de profeet hebben willen vermoorden... of zelfs hebben vermoord. Jullie horen het goed. Ja? Spits je oren goed... En geen onzin over, geen hadith sahih, maar sahih. Alles wat ik hier vertel is hadith sahih. De bronnen zijn onderaan. We gaan naar de kitab musnet van Ahmed bin Hanbal. Jullie kennen hem, hij is big. Big, big, big. Je hebt Madonna, Shakira, Christina Aguilera en Michael Jackson. Dit is een van hun, zo so big is hij. Ja, dit, in een hadith is hij een Shakira of een Michael Jackson. Ahmed bin Hanbal. Kitab musnet. Dat noemen ze kitab musnet Ahmed. We gaan naar deel 40. Ja, want ze hebben veel te schrijven. Iedereen heeft... Deel 40 is, is nog niet eens het... het, 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 het uh, wat is het? Het hoogste wat je ziet. Ja? Want ze hebben zoveel te vertellen. Wat ze jullie niet vertellen, deze duivels... en jullie mede-moslims... en jullie familie die in Sunna-Islam gelooft... ze vertellen jullie dat jullie de Sunna nodig hebben... want de Sunna legt de Koran uit. Maar nu... nu kan jullie, kunnen jullie ze zo voor blok zetten... Ieder moslim, ieder moslim die in islam ahadith gelooft, door simpel deze vraag te stellen: Als Koran niet meer voldoende is en Sunna legt uit wat we moeten doen, waarom heeft de profeet niet elk vers van de Koran de tafsir gegeven? Dat is het. Je kan hem in een heel serie negeren. Eén vraag geef ik je mee: Vert, vraag het aan een ieder die jou vertelt dat Sunna islam bestaat en het komt van Allah. Ja? En wie zegt dat dit niet waar is? We gaan naar islamweb.net. Ja? En we gaan naar een artikel wat heet in het Arabisch: al -illa fi adam tafsir al-rasul al Wat is de moraal achter het feit dat de profeet niet de hele Koran heeft uitgelegd? Jullie vertellen iedereen, jullie vertellen de moslims: Sunnah is belangrijk. Want Sunnah legt uit, want anders hoe moet je bidden, hoe moet je deed, moet je zus. Prima. Oké, okay, prima. Maar nu heb ik een probleem. De profeet heeft niet de hele Koran uitgelegd. Jullie zeggen, pas als de profeet het heeft uitgelegd, pas weet ik wat ik moet doen. Maar, de, maar nu zeggen jullie olemes, want ze hebben een probleem. Jullie olemes zeggen, de profeet heeft de Koran niet uitgelegd. De profeet heeft de Koran niet uitgelegd. Hoe ga je ermee om? Hoe, hoe, wat, voor, wat voor film gaan jullie verzinnen? Niks. Jullie hebben al 1400 jaar geen film kunnen verzinnen als antwoord op deze vraag. Maar die vraag, die heeft Allah beantwoord. Want Koran beantwoordt alle vragen. En wat is dan het antwoord wat Allah ons geeft in, in, in het uh, Koran? Het ja? antwoord is heel simpel. Allah zegt in het Koran, De profeet hoeft enkel Koran af te leveren. Allah zegt niet dat hij moet uitleggen. De profeet hoeft Koran enkel af te leveren. Dat is het. Meer hoeft hij niet te doen. En dus vind ik dat mijn Koran, hè, mijn Korantheorie, staat nog steeds overeind. Maar jullie Sunna-ideologie valt in het water. Direct al. Want als de Sunna Koran moet vervangen omdat Sunna wel alles uitlegt, dan hebben jullie een probleem als het komt op van ja, maar waarom heeft de profeet niet alles uitgelegd? Waarom heeft.? Want niemand snapt Koran. Pas wat de profeet heeft uitgelegd. En wat de profeet heeft uitgelegd, zal dan in jullie daarvoor's boeken staan. Maar waar, waarom heeft. zelfs in jullie ahadith, boeken. Waarom, waarom heeft de profeet dan niet elk vers uitgelegd? En dat zeggen jullie dit is Jullie olemens hebben dit erkend. Ik probeer niet modern te zijn. Of, jullie olemens hebben erkend dat de profeet niet elk vers uit Koran de tafsir heeft gegeven. Dit is, dit is een explosie, dit is een aardbeving binnen jouw Sunni-islam. Want het bestaansrecht van jouw Sunni-islam is nu klaar. Er is geen bestaansrecht meer voor Sunni. Want er is nu niets meer wat Sunni-islam Sunni een toegevoegde waarde geeft. Want de toegevoegde waarde dat ze de Koran uitleggen is een leugen. Wanneer hoor je dit in moskeeën? Nooit. Wanneer hoor je dit op tv? Al die imams die graag voor de tv gaan zitten, komen nooit. Waarom? Dat is een lastige vraag. Het keert de sunna islam. Ja? Het is hetzelfde als dat je de christenen vertelt: accepteer dat Jezus niet God is. Dan zeggen ze maar, wat moeten we dan? Wij hebben ons hele leven op de knieën gevallen in de kerk. Jezus, 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 Jezus. Jezus. Wat wil je dan dat we nu gaan doen? We weten het niet meer. Vertel de moslims dat hun sunna niet klopt en ze weten het niet meer. Daar is niet een hersencel die zegt. Maar wacht even, jullie hebben nog Koran. Nee, ze weten het niet meer. Ze zijn verloren. En dus, met deze vraag, krijg je Sunni-moslims op dat punt. Een klap in één keer. Ze zijn verloren. Waarom heeft de profeet niet elk vers in Koran uitgelegd? Het zal me niks verbazen dat er geleerden zijn die allerlei films verzinnen. Want dat is de duivel. Die verzint van alles. Die blijft verzinnen, verzinnen, verzinnen. Want, want stel je voor dat je wakker wordt. Maar jullie, jullie die slim zijn, jullie die slim zijn, moeten, dit, dit moet voor jullie een keerpunt zijn. Wacht even, de profeet heeft niet de hele Koran uitgelegd. Dat is een probleem. Waar is dan de toegevoegde waarde van Sunna? Niet. Ah joh, maar waar zijn de mensen die dit moeten bedenken? Waar zijn de mensen die hierover moeten denken? Waar zijn ze? Jullie zijn schwa aan het maken. Ja? De schwa moet nog koriander in en kruiden en ui en het moet een nacht staan in de koelkast. Dat is jullie grote zorg. Want dan heeft het meer smaak. Dat is jullie grote zorg. Ik ken jullie toch? Ik kom toch uit jullie cultuur? Ik weet ja, toch hoe jullie zijn? Wat belangrijk is en wat niet? Dat is het. Voetbal en series. Dat is meer niet. Voordat ik jullie het verhaal kan vertellen over mogelijk aanslag op het leven van de profeet door zijn uh, vrouwen, specifiek Aisha, moeten we eerst kijken naar wat zegt Koran over het einde van het leven van de profeet. Zal ons profeet natuurlijk dood ondergaan of wordt hij vermoord? Voor de moslims die geleerd hebben vanuit de hadith, islam en de sunnah... over de dood van de profeet, die zullen dit natuurlijk niet accepteren. Uh, want dat is niet wat ze geleerd is vanuit uh, hun versie van islam. Dus die vinden het niet lastig. Maar jij als nadenkende moslim die zijn Koran kent... moet daar niks van aantrekken, want... Wat lezen wij in Koran? Allah zegt: een van de zaken die hij de Joden kwalijk neemt, is dat ze profeten van God hebben vermoord. Dat is een van de redenen waarom Allah zo uh, negatief is over het gedrag van Joden in de Koran. En ik heb een serie gemaakt over Jodendom versus, uh, versus Islam, niet zo lang geleden, en ik heb. Daar, toen vanuit joodse boeken laten zien dat zelfs joodse heilige boeken bevestigen dat ze profeten van God hebben gedood. Daar is tijdenlang op forums, zo weet ik het allemaal gezegd, dat is racisme in Koran naar Joden toe. Uh, maar ik heb dus vanuit joodse boeken met jullie gedeeld. Ik zou zeggen: ga terug naar de serie Jodendom versus Islam. En het, 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 het zit ook in de playlist van Heilig Land, het concept van Heilig Land. Maar wat blijkt dus, joden hebben inderdaad in hun heilige boeken... dat ze zelf toegeven, ja, ons voorouders hebben inderdaad profeten van God gedood. Dus er zijn wel degelijk profeten van God die vermoord zijn. Ja? Er zijn profeten die Allah heeft gered, zoals Abraham, zoals Jezus. Maar er zijn ook profeten die gedood zijn. Zodat de zonde nog zwaarder is voor de mensen die bij hun geleefd hebben. Ja, want Allah zegt in Koran... Als ik mensen iets laat doen en, 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 het, en ik, ik laat ze daarin slagen... is niet omdat ze hier op aarde meer gewicht hebben of wat dan ook... maar zodat ze nog meer gaan lijden in hel. Want zo rot zijn ze. Ja? Wat lezen wij in Koran over? Dus het concept van profeten van God die doodgaan... ja, vermoord worden, niet doodgaan. Het concept, het idee, het geven dat profeten van God vermoord kunnen worden... ja, bestaat in Koran. Ja? Daarom was het juist een uitzondering dat Jezus niet aan het kruis is vermoord in de Koran, omdat Allah zegt, dit gaat je niet lukken, omdat Joden hebben gezegd, dit, wij, wij hebben eerder met dit bijltje gehakt, ja? in onze versie. Maar ook in de Bijbel, de christelijke Bijbel. Dus zij dachten, zij, voor hun was dat een ultieme bewijs dat als Jezus aan het kruis hangt, want dat is de straf in de, de tanach. Als je aan het kruis hangt, als je aan een stuk hout hangt, dan ben je een vals messia. En Allah zegt, nee, maar in dit geval moet ik Jezus redden, zodat hij niet de boeken ingaat als een bewezen vals messia, want dat is hij niet. Maar christenen snappen, christenen snappen niet wat ze doen, joh. door te erkennen dat hij een kruis en een kruis heeft. Debilen, zoals hadith-islam-moslims, ze snappen niet wat ze hun Jezus aandoen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Wij gaan naar Koran. Hoofdstuk 3, vers 144. Wat zegt Allah over het einde van het leven van ons profeet? Allah zegt: Op het moment dat Mohammed en Illa Rasul, jullie die Mohammed bijna heilig verklaren en op dezelfde plek zetten als wat christenen hebben gedaan met Jezus, Allah zegt: Onthoud dat Mohammed is maar een boodschapper. het moment dat Allah zegt: Is maar een boodschapper. Natuurlijk, een boodschapper is, is, het is heel wat, hoog status. Maar daarmee wil Allah vooral. De nadruk leggen op het was een mens. En hij was niet bijzonder, want zoals hem zijn er veel profeten geweest van mij. Dus Allah zegt: en Mohammed was maar een profeet. Pas op dat jullie daar niet een tweede Jezus van maken, zoon van God. ma Mohammed Illa Rasul, qad Min Rasul. Allah zegt: Voor hem waren er nog andere profeten. En verinmet, qutil en Allah zegt: maar zodra hij doodgaat of vermoord wordt, in qalabtum ala aqabikum, zullen jullie terugvallen in jullie heidens geloof. Wie nog twijfelt dat jullie ahadith islam heidens is, Allah vertelt het jullie. Na de dood van de profeet zullen jullie, Allah maakt hier niet een onderscheid tussen veel of weinig. Allah zegt, zullen jullie, de mensen die bij de profeet waren, hij spreekt ze aan, in ala kom jullie gaan omdraaien. Wat bedoelt Allah hiermee? Jullie gaan terug naar jullie heidensgeloof. En Allah zegt onthoud. Maar waarom zegt Allah dat hier? Onthoud dat wie teruggaat naar zijn oud geloof, zal mij in geen, dat zal niets van me afnemen. Dus, Allah, dus wij krijgen de indruk dat Allah hier ons wil vertellen dat de mensen die terugvallen, in hun heidens geloof na de dood van de profeet allerlei plannen gaan bekokstoven en, en van alles gaan verzinnen, van alles gaan maken. Want alles zou, anders zal Allah hier niet zeggen: van jullie kunnen mij niet beschadigen. Maar Allah zegt: maar wie wel vasthoudt, wie wel dankbaar is met het cadeau wat Hij ons gegeven heeft, de leiding. Die zullen beloond worden. Dus er zullen sahabas zijn, wat jullie noemen apostelen of metgezellen, of hoe je ze ook noemt van de profeet, die terugkeren naar hun heidensgeloof. geloof. Hoe kan dan jullie boeken zeggen, nee, alle apostelen zijn heilig. Nee, ze zijn allemaal goed. Nee, je mag ze niet, je mag niet aan ze twijfelen. Dus, dus ik moet nu Bulgarisch woord aannemen en Allahs woord laten vallen. Horen jullie hoe ver jullie zijn gekomen? Omdat jullie in een cult zitten. Dat is het probleem. Jullie zitten in een cult. Maar daar gaat het me niet eens om. Dat is niet het verhaal wat ik met jullie wil delen. Allah vertelt ons in hoofdstuk 3, vers 144. Mohammed gaat dood of wordt vermoord. Denk je dat Allah twijfelt? Denk je dat God, die alles weet. Allah zegt: Ik weet alles, zo klein als een atoom. Alles, elk blad wat van een boom valt. Denk je dat Allah hier aan het twijfelen is? Denk je dat Allah niet had kunnen weten in de toekomst hoe Mohammed. Vrede zijn met hem doodgaat? M naar mijn inzicht wil Allah hier ons aandacht trekken. Want hij wist dat er een plan zou komen... om jullie te misleiden over het einde van de profeten. En, en, wie, wie hem vermoord heeft. En, en Allah probeert hier ons aandacht op te vestigen. Zodat we gaan nadenken. He, wat vreemd dat alle Maar Allah twijfelt niet. Allah zegt, hij gaat dood of wordt vermoord. Ja. Dus, en ik vertel jullie... Als Allah dat zo zet in Koran, betekent dat Mohammed vermoord is. Nou gaan jullie denken dat ik tunnelvisie doe. Omdat het me uitkomt, want dat past in het spannend verhaal. Wat ik jullie ga vertellen over Aisha. Nee, antwoord is in Koran, want Allah belooft ons dat Koran op alles een antwoord geeft. Dus laten we even gaan kijken. En, en ik geloof dat. Allah praat weer over, tegen de afgedwaalde Joden. En wat zegt Allah tegen die afgedwaalde Joden? Niet, niet, niet Beno Israël. Er was een ander segment die bij de profeet leefde. Een andere groep Joden. Liyahud. Ja? Hier in Europa worden Joden Joden genoemd. Maar in Arabië waren Joden een bepaald segment. die in Arabië uh, leefden en woonden. En die hadden andere tradities dan weer andere Joden. uit andere plekken. Ja? Beno Israël. Zo hadden bijvoorbeeld. Wat alle noemde joden in Arabië, die geloofden net als de christenen dat God een zoon heeft. Ja? Zij noemden die zoon van God Ozeir. En van daaruit is het concept ontstaan van Jezus is de zoon van God. En ja, het klopt met het jodendom en, en, en. Dat is een ander verhaal. Dus, daar is een verschil tussen Ben Israël en daar is een verschil tussen joden. En Koran gebruikt het woord joden niet. Zoals we het hier gebruiken in Nederland. Let op, voor de, voordat jullie allerlei tomaten en aardappelen gaan mixen. Dat is echt, daarom is het gevaarlijk om vanuit aannames Koran te vertalen. Jullie hebben geen idee wat jullie mee te maken hebben. Koran heeft een eigen taal. Dus wat zegt Allah over deze Joden? Zodat jullie snappen dat als Allah zegt hij, hij gaat dood of hij wordt vermoord. Dat of is hier niet omdat Allah beide opties openhoudt. Nee. Mohammed wordt vermoord, en dat ga ik jullie bewijs van uit Koran. Dus Allah zegt tegen deze afgedwaalde Joden, zodat jullie leren hoe het Koran is. Adoula Thumma Allah zegt, jullie harten, jullie harten die kloppen in jullie long, uh, borstkas zeg maar, dat hart, orgaan. Thumma Jullie harten zijn verhard, min badi da'elik. Fahiya Ja, jullie harten zijn net zo hard als stenen. Allah zegt: Of au ashad qaswa. Of het is harder dan jullie hart. Of uh, harder dan steen. Weet Allah niet wat hij wil vertellen? Dit of dit? of... of nee, dit is de stijl van de Koran. Daarom is het gevaarlijk dat ieder idioot met een tulband jou gaat vertellen wat geloof is. Als hij de Koran niet heeft bestudeerd. Laat staan jullie Perzische mannen die de hadith-Islam hebben geschreven. Allah zegt: Fahih kal hijara je Jullie harten van deze afgedwaalde Joden zijn net zo hard als stenen. Of, of niet zelfs. Of, of, nee, nee. Allah zegt, of, ou, of. Harder dan steen. O, Allah zegt, O, Wat zegt hij bij de profeet? O, Hij gaat dood of wordt vermoord. Wat zegt hij over deze afgedwaalde Joden in de toestand van hun hart? Kal ...of harder dan steen. Maar hoe weten we nou dat we altijd voor de tweede moeten gaan? Dus Allah zegt hier tegen deze Joden... ...jullie hart is nog harder dan steen. Waarom? Omdat Allah ons vertelt iets over de toestand van stenen. En iets wat hij zegt. Allah zegt dat uit steen uh, komen soms bronwater... ...wat er doorheen zijpelt, na verloop van tijd maakt het water een weg door de steen. Allah zegt, er zijn stenen waar water uitkomt. Dus die zijn opgebarsten. En de steen heeft daar doorheen kunnen zijpelen. Met andere woorden, Allah heeft hier een metafoor aan het geven. Een steen is niet zo hard als dat je denkt. En andere stenen splijten, er komt water uit. En dat zien we ook bij Mozes. Want Allah vertelt ze wat ze zien. Want Allah zegt, toen, toen ben Israël bij Mozes dorst kreeg in de woestijn, heeft alle, Mozes gevraagd, verteld, sla met je stok tegen die stenen, er komen twaalf bronnen voor de twaalf stammen. Zodat ieder, ieder zijn bron heeft. En er zijn stenen die rollen naar beneden van het top van een berg, als, als een vorm van aanbidden van Allah. Omdat de natuur leeft en de stenen leven. Dat is wat Koran ons leert. Heb je een ander geloof? Of ben je New Age? Of ben je Darwin? Of modern? Of die... Oh, wat ze... moet je zelf weten? Ik heb het nu over wat ik geloof, wat Koran ons vertelt. Allah zegt: alles leeft, alles heeft een ziel. Zelfs een steen. Want dat is een onderdeel van een planeet wat leeft. Dus Allah zegt: zelfs een steen kent mij, aanbidt mij op, op zijn manier door af en toe naar beneden te rollen. Dat zijn stenen die rollen naar beneden. Omdat ze heel graag Allah willen aanbidden. En dat is de enige manier dat ze dat kunnen doen. Ze kunnen niet lopen, ze kunnen niet bukken. Ze kunnen alleen rollen. Dus Allah zegt. Op het moment dat Allah hier complimenten geeft aan stenen, betekent dat Allah zegt: Nee, wacht even. Deze afgedwaalde Joden zijn erger dan stenen. Dus wat doe je? Je kiest voor het tweede wat Allah jou vertelt in de vers. Ja? We gaan kijken naar Jonah. Allah zegt in het Koran over het verhaal van Jonas. Jonas, Jonah, hoofdstuk 37 vers 147. Jonas, die was een beetje staald en die wilde niet doen wat Allah hem heeft opgedragen. En daarom is hij opgegeten door de vis, uiteindelijk. Allah zegt, we elf je Allah zegt, Jonah, Jonah had als opdracht om mijn boodschap te gaan aankondigen bij مَِّتْ elf. Honderdduizend mensen of meer. Wist alle weer niet hoeveel mensen hij Jonah naartoe stuurt? Weet Allah het niet? Let op hoe alle weer hetzelfde woord gebruikt: مَِّتْ elf ou je 100.000 of meer. Wat zegt jullie eigen bukhaaf Ibn Kathir in zijn tafsir? Jullie Ibn Kathir voor jullie hadith-muslims. Wat zegt hij? Lang verhaal. Voor wie Arabisch snapt en anders vat ik het samen. Kale Ibn Jarir. We kennen wat de Arabische mensen van Basra zeggen over dat. Het betekent tot de 100.000. De Arabieren in Basra, bijvoorbeeld in Irak, zeiden vroeger... Bij ons is het gebruikelijk dat als we zeggen of... Dan is eigenlijk het tweede wat na of komt het feit wat we willen vertellen. Dus ook bij de Arabieren in Saudi-Arabië. En hij zegt, en dus zo moeten we ook kijken naar toevallig wat ik jullie net verteld heb: het voorbeeld van afgedwaarde Joden. En die had ik ook al Korah gehaald voordat ik dit las, vond. want ik was aan het verder zoeken. Want ik wil ook de link maken naar jullie Ahadith-Islam. Dus kan je nagaan. Iedereen die een beetje nadenkt komt hierop uit. Dus hij zegt: het voorbeeld bijvoorbeeld met Joden en de harde stenen. De harde stenen zijn nog minder hard dan de harten van de afgedwaalde Joden. Ja? Er zijn mensen die bang zijn voor een mens meer dan voor God. Dus dat zijn mensen die bang zijn meer voor de medemens. En daarom aanbidden ze God niet zoals ze dat moeten doen. Dus, dus het tweede is waar. Toen Gabriel bij de profeet kwam, een keer. En de profeet kon hem waarschijnlijk niet zien. Maar Allah zegt: Gabriel kwam zo dicht bij de profeet. als de afstand tussen een, 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 een boog. Een boog waar je een pijl mee afschiet. Allah zegt: Hij was dichter bij de profeet. En de profeet zag hem niet. Zo dichtbij als de afstand tussen twee uiteinden van een boog, nee, of korter. Dus, de, dus Gabriel was nog dichter bij de Profeet, dus hij stond dus eigenlijk naast hem. Dus dit is El-Morad, lezen en Kasmin-delik, en hij sluit af, Ibn Kathir, dit verhaal, hij zegt, het gaat niet om de eerste wat Allah benoemt, maar wat na al komt. Dus, dus de conclusie is, wij lezen in hoofdstuk 3, vers 144 dat Allah zegt, Mohammed, is maar een profeet, hij gaat dood. Au wordt vermoord, dat betekent dat Mohammed vermoord wordt. Zijn er andere versen die we wel zo moeten nemen? Als, als iets waar Allah ons uh, twee keuzes geeft met Au? Ja, die zijn er. Ja. Alleen, daar is dus ook een andere kant in Koran, waarbij Au eigenlijk jou vertelt wat het feit is, wat, wat de conclusie is die Allah jou wil vertellen. Dus ik heb het recht. Om te leunen op dit vers uit de Koran en om te zeggen: Het is niet gek en het is niet vergezocht dat, dat er boeken zijn in Ahadith Islam die zeggen: De profeet is vermoord. Dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen, dat is niet uit sensatie, dat is niet om, om, omdat ik Shia wil steunen die een hekel hebben aan Aisha. Snap, wees geen achterlijk debiel en gooi niet alles uit het raam, want het gaat om jou. Jij moet er ook beter van worden. En niet alleen maar als een verdwaarde kind op een kermis alles napraten. Ja, nee, hij zei Shia. Ja, wat wil je van Aisha? Ja, jullie zijn duiven. Denk na. Denk na, stop af en toe en denk na. Wees geen draaideur. Die draait en draait en draait. En... Je moet af en toe even stoppen en nadenken over je Koran. En jouw islam. En doe niet alles weg als Shia en, en Joden en Christenen. En, 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 duiven, en ze willen misleiden. En, dan kom je alleen. Op een gegeven moment raakt dat op, die batterij. Die jullie gebruiken om, om mensen te verdrijven. Op een gegeven moment raakt dat op, dat liedje. Maar nou zou je kunnen zeggen: hoe dan ook, dit is jouw interpretatie. Prima. We gaan naar jullie ahadith boeken. Ja? We gaan naar een boek wat heet Moesnet van Ahmed Mohammed Shaker. Pagina 66. Even kijken. Van, zeg ik het goed? Even twijfel ik, ik heb zoveel bronnen hier. Ik wil even terug naar het begin van het boek. El Mohammed bin Hamel. Het is de Musnad van Mohammed bin Hamel. Dus Ahmed bin ja. En dit boek, daar heeft de persoon die ik net noemde, Ahmed Mohammed Sheikh, die heeft daar commentaar op gegeven. Dus dit boek, pagina 66, het el eerste deel. أنتي تسفتي ساكت. حدثنا عبد الرزاق أخبارنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال اخترفي تكعك وفي الميكروفون وخليب سوري مز. قال عن عبد الله قال. إسمح عن نيو نا إن صحيح إن صحيح حديث تيس حديث صحيح. Vanuit Achadith boeken, waarbij een Sahaba van de Profeet dit zegt. Deze Sahaba van de Profeet zegt, ik neem het risico om negen maal te zweren op naam van Allah dat de Profeet vermoord is. Dat risico is mij lief om het te nemen, dan dat ik maar één keer zweer dat hij niet vermoord is. En, en voor de mensen die dat niet kennen, Allah zegt in Koran, precies wat christenen ook hebben, zweer niet als het een leugen is. Gebruik mijn naam niet als je aan het liegen bent. En wie zweert op leugens zal gestraft worden. Dus deze sahaba vertelt jullie, ja ik weet dat Allah me zal straffen als ik uh, vals zweer, maar... Ik zweer niet vals, want, want, want dit is wat je eruit moet halen. Hij eert Allen. En, en met andere woorden, ik zou dat niet doen, want ik weet wat Allen wil en niet wil. Dus dit, dit is begrijpend lezen. Ja, natuurlijk zweer ik niet op leugens. Ik weet toch wat Allen vertelt over leugens. En hij zegt, desondanks zweer ik negen, maal, negen, maal, negen keer op naam van Allen dat de profeet vermoord is. Onder staat de voetnoot. In dit boek. En wat is het? Isnadoh Sahih. Isnadoh Sahih. Even kijken. De, uh, jullie moeten de, het nummer van die hadith zoeken dan onder. Want ik, kijk, ik zit nu aan het kijken. Zoek onder wat ze noemen de voetnoot. En wat staat erbij? Isnadoh Sahih. Ja? Punt. Wat, wat moet ik jullie nog vertellen? Ik wil dit even erbij vertellen, want er zijn altijd mensen die zeggen: Ja, maar de, Ja, nee, 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 nee. Als je kiest voor ahadith islam en je, en je geeft extra waarde en sahih hadith, dan kan je dit niet weigeren. Dat is het probleem wat jullie hebben als ahadith moslims. Dit is een koek van eigen dicht, en ik denk dat een hoop moslims die in Ahadith-Islam geloven... niet weten dat Omar... wat jullie noemen de beste vriend van de profeet... in heel veel Ahadith staat... als de ergste vijand. En hij kwam om de profeet te doden. Hij was een, 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 een assassin. Hij was een, 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 een moordenaar... die je inschakelt om iemand voor je te vermoorden. Want hij is door courage ingeschakeld... speciaal om de profeet Mohammed te doden. Een beetje hetzelfde verhaal... wat christenen hebben met Paul. Paul kwam ook om Jezus te doden... En wij zien wat Paul met het christelijk geloof heeft gedaan. Alles wat Jezus heeft gezegd, heeft Paul omgedraaid voor de christenen. Zoals bijvoorbeeld het eten van varkensvlees. Paul heeft gezegd: Jullie mogen varkensvlees eten. Terwijl Jezus de varkens over een heuvel heeft geduwd. En hij heeft ze beschrijft als vuil. Als een, 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 een doek waar je vuil mee afveegt. Letterlijk. Dus. Zoals Paul het christelijk geloof voor de christenen volledig op de kop heeft gedraaid, zo heeft Omar dat ook gedaan. Omar heeft Muwafaqat, Omar heeft de Taraweer, Omar heeft dit, Omar heeft de, de Islamitische kalender. Omar, het is altijd Omar die jullie andere islam heeft gegeven. Laten we gaan kijken naar Kitab Musnad Ahmed, Ahmed bin Hanbal, deel 40, pagina 308. Dit is wat hij zegt. حدثنا يحيى عن سفيان حدثني موسى بن آه بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة دس عائشة فرطت في آه في عائشة بستوديتي أحاديث. كل compliments دور عائشة. Nooit door iemand anders. Alle complimenten. Ik ben de enige maagd met wie de profeet is gegaan. Ik ben de jongste meisje met wie de profeet is gegaan. Ik, hij is overleden in mijn armen. Ik heb, eh, 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 Gabriel heb ik gezien door een sleutelgat. Zij ziet Gabriel. Aisha ziet engelen. De profeet. De, de engelen komen alleen maar voor de profeet. Maar Aisha, Aisha ziet engelen. Haar vader, Abu Bakr, heeft een keer Gabriel gezien. Dit is het. Wie, wie, vertelt, wie, 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 wie verklaart zichzelf zalig? Aisje. Uit welk mond? Uit Aisje's mond zelf. Uit Aisje's mond zelf. Weet je wat mijn oma, mijn babe, Amazigh oma, heeft gezegd? En weet je wat ze zegt? Altijd in dit soort gevallen. Als de kat gesleurd wordt naar de rechtbank en hij zoekt een getuige, dan zegt hij tegen de rechtbank: Meneer de, de rechter, ik heb een getuige bij me. Wie is jouw getuige? De kat? Dan zegt hij: Mijn staart, wat aan me hangt. Kijk, mijn staart beweegt, dat is mijn getuige, die heb ik meegenomen. Ja? Aisha doet hetzelfde. Vertelt de beste dingen over zichzelf die de profeet gezegd zou hebben. Maar niemand vertelt het. Alleen zij vertelt het. Dat is één ding wat je vindt in Ahadief. Ja? Ze gaat zo ver om bruta te zijn om te zeggen... de profeet is nog nooit... Nee, wat zijn ze een keer tegen de profeet? Profeet, als jij moet kiezen uit een boom waaruit gegeten is... of een boom waar niet uit gegeten is... Welk boom kies je dan? Zoiets. Ah, waarop de profeet zegt... Nee, natuurlijk de boom waar niet uitgegeten is. Maar hoe kan je dat nou zeggen, profeet? Je bent getrouwd met Khadija. Die was oud. Hoe kan je dat nou zeggen? En hadithboeken zeggen dat, dat dat de grote uh, liefde is van zijn leven. He? Daar, hier heb je tegenstrijdigheid. Hier heb je het. Ja? Dus de profeet in Ahadith, conform Aisha, alleen maar zodat zij er mooi uitkomt... wordt neergezet als iemand die gek is op maagden. Dat is het. Hachalillah. En en zo blijven ze ons lieve profeet verminken, verminken, verminken. En vervolgens zijn jullie boos en verbaasd dat Geert Wilders daar uh, uh, op, op spuugt. Ja? Zij ging een keer zover om Khadija, oude wijf uit de woestijn, te noemen. De eerste vrouw van de profeet waar hij gek op was. Hij ah, is maar een oude wijf uit de woestijn. Wat nou? Nee, dat is het. En. en, en Ander aspect van en Ahadith, wie haar bestudeert, maar dan moet je haar echt bestuderen en opzoeken. En niet één of twee Google dingen. Zij is veel bezig met seksualiteit. Wie, wie is seks, met wie had de profeet, wie dat, hoeveel, hoe lang, hoeveel dagen. Maar altijd was zij de beste. Is dit een gedrag wat hoort bij de moeder van de moslims? Is dit het gedrag? Als ik, als ik mijn, mijn korte, als ik, er zijn families in Marokko. Als ik loop met een korte broek, wee wee, 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 korte broek, wee, wee. Alsof ik in een tanga loop. Het is een korte broek tot aan mijn knieën. En de weews, wee, wee, Of een dame zonder hoofddoek. We, wee, 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 Maar Aisha die jullie vertelt over de seksuele escapades van de profeet: hoeveel hij deed, hoe lang hij deed, met wie en hoe. Aisha die jullie vertelt dat als de profeet aan het bidden was, dan ging zij spelen met haar been. Ja? Ah, kijk kijkt mijn been. Oh, nee, je gaat nu. Je gaat nu. De, de profeet ging sujoed doen. Oh, nu doe ik mijn been weg. Ah, nu doe ik hem weer terug. Ah, hij staat weer. Ah, kijk mijn been. Dit is het. Het meest heilige wat we hebben: bidden, Alle aanbidden. De profeet aanbidt Allah. En Aisha vertelt jullie vrolijk dat ze haar been, naakte been, zo voor de profeet ging dingelen terwijl hij aan het bidden was. Ja? hoe hersendood zijn jullie... dat jullie hier niet iets van vinden. Maar als een dame op straat... een korte broek aantrekt... dan moet ze in de oven. Want fatsoen... Wee -we dit is het. het jullie, snap jullie waarom jullie islam... geen enkel geraamte heeft? Snap jullie het probleem? En dan snap je ook het probleem met Aisha. Dus laten we even kijken... welke ramp Aisha dit keer... Heeft gestart. Ja? Want zij is goed in starten van rampen. Het was Aisha die ging meege... en, en jullie zeggen: vrouwen moeten binnen blijven, niet met vreemde mannen. Aisha ging met 10.000 vreemde mannen, soldaten, onderweg om Ali te doden ja? in Irak. Wa waarom hebben jullie niet tegen haar gezegd: Aisha, wat je gedaan hebt is niet goed? Jullie denken dat ik, jullie denken dat ik een duivel ben dat ik dit zeg over Aisha? Ja? Albani heeft dat gezegd. De zeer bekende Albani heeft gezegd: Hij zegt. Wat Aisha heeft gedaan is rechtuit fout. En daar moet geen enkel moslim leugens voor verzinnen om dat goed te praten. Wat Aisha heeft gedaan, had ze nooit moeten doen. Ja, Dat is het. Neem het niet van mij, neem het aan van jouw Albani. Bekende imam, Al-Albani. Hij heeft Alom gerespecteerd. Of noem je hem ook uh, Koranist en Duivel? Snap je waarom het niet werkt? Iedereen die wat anders zegt is een Duivel. Snap je waarom dat niet werkt? Dat noemen ze dictatuur, dat, noemen ze, dat is wat ze nu noemen Noord-Korea. Alleen maar dus omdat ik iets zeg wat jou niet uitkomt. Het, het gaat niet werken, het keert zich tegen jou. Dus kijken wat voor ramp Aisha dit keer heeft bekokstofd. Want de ramp is vaak Aisha, heel vaak. Aan Aisha. Wij hebben de ledoed gedaan bij de profeet. Wat is de ledoed? Hoef je niet van mij te horen... Ik ga zo meteen uit een boeken uitleggen wat ladud is. Ladadna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. De profeet was zo zwak dat hij niet eens kon praten. En hij ging gebaren maken. Aisha, ik wil niet wat je me geeft. Ga weg, stop niets in mijn mond. Hij kon niet praten, hij is zwak. Net dan neemt Aisha misbruik van de profeet. En ze zegt, daar komt het op neer. Wat nou niet? Ik prop het gewoon in je mond. Of je wil of niet. En letel doeni. De profeet doet met zijn vinger. Nee, ik wil niet dat jullie iets in mijn mond stoppen. Kolne. Bij de vrouwen van de profeet. Kolne. Dus Aisha aan kop. Want het is Aisha die zegt. Deze uitspraak. De echte moslims die kritisch zijn en van hun profeet houden. En snappen wat de openbaring inhoudt. Alleen deze uitspraak moet voor jou genoeg zijn om Aisha nooit meer te eren. Alleen deze uitspraak. Wat zegt ze over de profeet? Ach, hij stelt zich aan. Ach, hij stelt zich aan. De profeet van God. Ach, hij stelt zich aan. Zoals ieder patiënt geen medicatie wil nemen, zo wil hij ook geen medicatie nemen. Dus ze trekt de profeet van God met alle wijsheid. Die hij heeft, trekt ze gewoon gelijk met ieder de biel. Ach, hij stelt zich aan. Felemme efek. Hoor heel goed. Schrijvers willen jullie waarschuwen om eisen niet te vertrouwen. Maar jullie moeten wel begrijpend lezen toepassen. Felemme efek. Na dat Aisha, de profeet dwingt om iets in zijn mond te nemen wat hij niet wil, waarvan hij heeft gezegd: stop het niet in mijn mond, eisen. Zij ramt het in de mond van de profeet. De profeet valt flauw. Dus, dus wat ze hem ook gegeven heeft, was een ramp. Iets wat niet goed is. Ja? Het had zo'n impact dat de profeet flauw viel. Jullie moeten hier niet zomaar overheen stappen, dat de profeet flauw viel. Ja? Toen de profeet bijkwam. Dus wat ze hem ook heeft gegeven, naakte hem uit. Het, het, het sloeg hem tegen de grond. Ja, dus de profeet had gelijk om tegen IJsje te zeggen, stop niks in mijn mond. Maar omdat hij gebarentaal gebruikt, betekent hij is te zwak. En IJs heeft daar misbruik van gemaakt. Jullie moeten begrijpend lezen toepassen. Ga niet met 380 kilometer op de weg scheuren. Je bent hier niet in een racebaan. Je bent hier aan het kijken naar hetgene wat jouw ziel mogelijk zal redden van hel. Dus ieder woord, alles wat je leest, moet je malen, malen en hermalen. Toen de profeet bijkwam, zei hij: Als de andere uitspraak van Aisha niet genoeg was om haar voor altijd af te schrijven, neem dan deze uitspraak van de profeet. Maar jullie zijn debiel, jullie zijn achterlijk, jullie snappen niet de ernst van dit soort uitspraken. Ja? Wat zegt de profeet toen hij bijkwam tegen Aisha? Jullie zeggen Sunnah. Wij, wat zeggen jullie, stelletje hypocrieten, dat jullie zijn? Bah, je zeggen, wij doen de sunna, want sunna is wat de Profeet wil. En wat de Profeet wil, doen wij zonder te takken. En dat heet de blindeling gehoorzaamheid van de Profeet. Prima, 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 ik ben het helemaal met jullie eens. Maar dan nu, de Profeet zegt tegen Aisha, waarom heb je mij niet gehoorzaamd? Jullie zeggen, sunna leert gehoorzaamheid. Wie de Profeet niet gehoorzaamt, is een duivel. Prima. Waarom hebben jullie Aisha niet geclassificeerd als een duivel? Jullie profeet. Ik, ik zeg in dit geval jullie profeet. Want mijn profeet vind ik in Koran. Mohammed voor mij is in Koran. De profeet in Ahadith is niet mijn profeet. Dus als ik het zeg, zeg ik het bewust. Jullie profeet in Ahadith boeken zegt tegen Aisha. Elem en herkom en let eluduni. Heb ik jou niet gevraagd Aisha om niks in mijn mond te stoppen gedwongen? Waarom heb je me niet gehoorzaamd Aisha? Dus begrijpend lezen. Aisha heeft de profeet niet gehoorzaamd. Waarom hebben jullie Aisha niet afgeschreven? Ah, maar zij is Aisha. Wat zeg jij nou? Ben je nou gek? Dit is Aisha. Ah, Aisha, ja, wat zeg je? Ja, Aisha. Ja, maar Aisha, die Aisha heeft de profeet niet gehoorzaamd. Snap je waarom? Jullie islam kan ik toch niet serieus nemen op deze manier? Ja. Het is hetzelfde als dat we hier in Nederland zeggen... wie door rood licht uh, rijdt, krijgt een boete. Maar komt ijsje in een Ferrari? Ah, het is ijsje. Ach, het is zo leuk. Laat ijsje toch lekker scheuren door rood. Waarom? Jullie hebben zelf een regel gesteld. En aan die regel moeten we ons allemaal onderwerpen. Ja, maar dit is ijsje. Maar is dat een logisch argument? Dit is ijsje. Nee, maar we doen het toch. Oké. Okay. Dus zeg ik tegen jullie: jullie islam is bas in Adria. Dit is niet een islam die ik kan respecteren. Onmogelijk. Geel. Maar nu komt de ramp. Nu komt de ramp. De ramp komt nu. Ja? Wie zich afvraagt wanneer komt de ramp? ramp komt nu. de profeet is woedend. is woedend. En hij blijft het, hij houdt het er niet bij. En hij zegt, Alleen vrouwen. Het zijn alleen maar de vrouwen van de profeet. In het Arabisch hoor je aan de werkwoord of de profeet praat tegen mannen of vrouwen. Dat hebben wij niet in het Nederlands. Kunna. Ja. Lemies het koem mannen. Kunna vrouwen. Als het op een en-geluid een eindigt. Dus de profeet zegt tegen de vrouwen die daarbij waren: dat waren alleen maar vrouwen. Nu, 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 nu te plekken. Wat jullie in mijn mond hebben gestopt, moet jullie allemaal nemen terwijl ik toekijk. Begrijpend lezen. De profeet vreest voor zijn leven. Begrijpend lezen, de profeet acht Aisha en de andere vrouwen die erbij waren in staat om hem te doden. Begrijpend lezen, de profeet acht Aisha en de andere vrouwen in staat om hem te vergiftigen. Begrijpend lezen, de profeet zegt nu tegen Aisje. Wat je me gegeven hebt is niet goed. En wat je me aangedaan hebt, moet jullie ook jullie zelf aandoen waar ik bij ben. Ieder van jullie moet het ook drinken. Maar, Aisha heeft het. We lezen in een andere hadith dat Aisha dat gedronken heeft. Maar, daar is een maar. Ja? In een rechtbank in Nederland bijvoorbeeld, kan ik als advocaat zeggen: Wacht even, meneer de rechter. Wij moeten even teruggaan naar de uitspraak van de profeet. De profeet is flauw gevallen. Maar toen hij bijkwam. Is zijn oom Abbas er? Maar zijn oom Abbas was er niet bij toen de profeet flauw viel. Nadat Aisha iets in zijn mond heeft gedrukt met kracht: hier, profeet, je kan toch niks, je bent zwak. Mond open en dit ram ik erin. De profeet zegt: toen je dit bij me gedaan hebt, was mijn oom Abbas niet aanwezig. Dus mijn oom Abbas, die hoef ik niet te testen, die heeft niks met jullie duivelsplannen te maken. Dus dat betekent dat er een lange periode overheen is gegaan dat de profeet bewusteloos lag op de grond. Dat betekent dat als dit iets is wat de profeet heeft geschaad, dan heeft Aisha alle tijd gehad om het te vervangen met iets wat, wat niet gevaarlijk is. Dus dat Aisha in een ander hadith het heeft gedronken en niks aan de hand, een andere vrouw. Ik zeg, in een rechtszaak kan dit problemen geven. Ik als advocaat zou dit aanvoeren als argument. Daar is te veel tijd tussen dat de profeet flauw viel en dat Abbas kwam. Maar moet je horen wat de profeet zegt? Want het is één uitspraak, maar we doen begrijpend lezen. De profeet zegt: Abbas vertrouw ik. Mijn oom, Abbas vertrouw ik. Maar jullie vertrouw ik niet, vrouwen. Neem nou niet, laat dit nou net Abbas zijn waarvan de profeet zegt: Abbas hoort bij mij. Samen met Ali, Fatima en de, en de kinderen van Ali en Fatima. En Abbas hoort erbij en de kinderen van Abu Talib. Maar niet de vrouwen. Niet de vrouwen. Wij weten nu uit Koran dat de vrouwen van de profeet een rot karakter konden hebben, want wij hebben Surah al tahrim Surah al tahrim vertelt ons, vertelt Allah ons, dat een van de vrouwen van de profeet de profeet heeft verraden en heeft bedrogen zodat het tachrim, snap je hoe ernstig dit is of niet? Snap je hoe ernstig dit is? De profeet, net als Jezus, had niemand. Mozes had tenminste een vrouw die van hem hield. Maar Jezus en Mohammed hadden niemand, hadden alleen verraders om hun heen. Is dit een hadith sahih of ben ik als de dorpschek maar wat aan het ratelen? Hadith sahih, want wie deze boek leest, die vindt een noot tussen haakjes. Cijfer 5. En wat is die cijfer 5? Aan dat cijfer 5 hangt een toelichting. Wat is die toelichting als je cijfer 5 opzoekt? Is nado sahih ala de shegeen. Conform de regels van Bulgarië en Moslim... is dit een hadith sahih. Dus jullie kunnen hier niets tegen inbrengen. Jullie kunnen niets tegen inbrengen. Dus begrijpend lezen... De vrouwen van de profeet waren rot. Ze waren in staat om te vermoorden. En ze waren in staat om de profeet te vermoorden. Dat is, dit, is, dit is de ramp. Ahadith Islam draait alleen om dood, 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 dood. De profeet, doodse familie, doodse kinderen, doodse kleinkinderen. Dood. En toen is de profeet uitgemoord. En, zijn familie. en nu gaan jullie de andere mensen op aarde doden. Dood, 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 dood. Dat is het. Dit is het, het is dood, dood. Draait om dood. Dood. Iedereen moet uit de weg geruimd worden die anders is, die anders denkt, die, die, die wat anders wil. Die. Tot op het punt dat jullie de profeet uit de weg hebben willen opruimen. Zijn mensen mij niet mijn woorden die het begrijpend lezen. Als de profeet tegen Aisha zegt: ik, ik accepteer niet wat je me wilt geven. en hij valt flauw en hij wordt wakker en hij zegt: En nu wil ik dat je dit inneemt terwijl ik toekijk. Laten we niet met woorden spelen. De profeet vertrouwt Aisha voor geen meter, maar dat is het nog niet eens. De profeet acht Aisha in staat om hem te doden. Snappen jullie de ramp? Dit is de ramp. Dus vertel me niet: ah, dit islam heeft Aisha als bron. Waarom zou ik Aisha vertrouwen als bron als de Profeet zelf haar niet vertrouwd heeft? En nu is hij dood en nu moet ik, moet ik vertrouwen wat Aisha zegt? Ik zou gek zijn. Wat is Ledoet? Waarom weet ik dat Aisha kracht heeft gebruikt? En de profeet heeft gedwongen om iets in zijn mond te nemen wat hij niet wil. Dus we moeten eens kijken hoe brutaal ze is. Hoe brutaal. We gaan even kijken. Want Ahadith boeken zelf legt jullie uit wat ladud is. Ja? In, in een boek wat heet Feth bari volume 7, pagina 754. En wat staat er? Qawluhu ladadna. Wat is ladad? Wat Aisha heeft gedaan? Ay ja'alna fi janib famih dawa jaar. Wij rammen medicatie bij de patiënt in zijn mond of hij wil of niet. jaar. Hij heeft geen vrijheid om te kiezen of we dat doen of niet. We hebben hoe we en dit is wat Aisha heeft gedaan. Ja, dit is het. Je stopt iets bij een patiënt of hij wil of niet, als een soort kip. Zo so duw do je door zijn keel. En dat is wat Aisha heeft gedaan bij de profeet. Hoe praten jullie imams, jullie duivels geleerden dit goed? Ze vertellen jullie, ach, maar de profeet was ziek. Dat is zo zielig. En hij kon niet voor zichzelf besluiten nemen. Hij was ziek en zwak en was er niet helemaal bij. Dat is begrijpend lezen wat ze jullie vertellen. De profeet van God was er niet helemaal bij. Ja, dat is het. Tegelijkertijd zeggen ze tegen jullie: alles wat de profeet zegt is heilig. Snap jullie waarom jullie islam geen geraamte heeft om op te leunen? De profeet, alles wat hij zegt is heilig. Maar wat hij hier zegt was niet heilig en, en het was maar gebabbel. Hij was er niet bij, zeggen de geleden. Ah, hij was zo zielig. Nee, Aisha moest het voortouw nemen en hem beschermen. Ja? Want ons arme profeet was er niet bij, die was afwezig, die kon niet. Maar dat is niet wat jullie Ahadith-Islam zegt. En dat is de ramp. Jullie islam clasht en clasht en vecht met elkaar. En, en jullie Ahadith-Islam. Want we gaan naar Sunan Abu Dawood, pagina 208. Helemaal onderaan. Begin bij hadith nummer 3646. En ga door op pagina uh, 210 aan de linkerkant. Ja? Link van dit boek is onderaan. Wat zeggen ze? In een boek wat, wat ze noemen de boek de wijsheid. <laughs> boek de wijsheid. Oké. Okay. Hadafna Yahya aan Ubaydillah Allah bin al-Akh nasi aan al-Walid bin Abdullah bin Abi Mughith aan Yusuf aan ma aan Yusuf ma aan Abdullah bin Amr en Nu komt het. Nu komt het. Dit zijn de bronnen. I don't care about bronen, want ik, ik neem ze toch niet serieus. Maar dit de... dus tien mannen geven iets door en het is nog steeds waar en het uh, straalt als een kristal. Voor wie dit wil geloven. Wie nog naïef is om dit te geloven. Maar prima. Aan Amr. Wat Ik schreef alles op wat de profeet zei. Vergeet dat Abu Bakr jullie geleerd heeft. Dat jullie niks mogen opschrijven wat de profeet zegt. Alleen de Koran. Ja? Vergeet dat Omar jullie hadith sahih. Heeft gevochten met zichzelf. Ja, nee, ja, nee. Nee, we gaan niks opschrijven wat de profeet zegt. Snap jullie? Het is echt. Jullie islam is circus. Ik zeg, Allah is circus, meer is het niet. Het is tennis. Pam, pam, pim, pam. dat is tennis. Maar prima, prima. Laten we, laten we doen alsof die tegenstrijdigheid er niet zit. Laten we voor nu, laten we even doen alsof die tegenstrijdigheid er niet zit. In, in ahadith islam Kunt u sallallahu alayhi wa Ik schreef alles op wat de profeet zei. Ik do hiftah. Ik wilde het leren en onthouden. Fenehet ni wa Maar de leiders van Mekka, de, profeet, de familie van de profeet, waar de profeet vandaan komt... Want je familie is altijd je ergste vijand vaak. Van het niet korijs, wat kaeloe. Korijs, zei tegen hem. Nee, wie is korijs? De hele stam in Mekka. Die daar de, 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 de wetten bepaalde. Tektub, kule te şey, tesmaah, wa rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, Bashar. Maar hoor, hoor. Jij schrijft alles op wat, een wat de profeet zegt, maar de profeet is mens. Hij kan soms boos zijn, soms emotioneel, soms reageert hij over zaken die niks te maken hebben met religie. Hij kan zeggen bijvoorbeeld, ik wil, ik wil rijst eten, ik wil vandaag een kippetje, ik wil dit. Geef mij mijn sokken, doe de deur dicht, doe de raam dicht. Is dit allemaal openbaring van God? Dat is begrijpend lezen wat ze hier zeggen. Ze zegt tegen hem, hoe kan je alles opschrijven wat de profeet zegt? Bashar, hij is maar een mens. Hij praat ook als hij boos is, maar ook als het goed met hem gaat. En hij zegt, en sindsdien schrijf ik niet meer. En hij zegt, toen ben ik naar de profeet gegaan. En ik zei tegen hem, profeet, dit en dit is wat Koresh zei. Mag ik wel alles opschrijven wat hij zegt? Wat, ze, wat zei de profeet? Hier, moet je kijken, wat een deftige taal, wat de profeet gebruikt. Vergeet dat de profeet zegt, let ik toe aan niet en... Vergeet dat de profeet in andere ahadith zei... schrijf over mij niks behalve Koran. Maar laten we doen alsof deze tegenstrijdigheid er niet zit. <laughs> dat is echt afschuwelijk. En dit is ook sahih. Dit is ook sahih. Is echt. Islam, islam, is van de duivel. De duivel vertelt jullie dat het van hem is. Want Allah zegt, alles wat tegenstrijdig is, is niet van mij. De, de, de tegenstrijdigheid zijn al straatstenen in hadith islam. Wallah. En ik zweer op naam van Allah. Dit is wat hij zegt. فذكرت ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بنادر بروفيت خانه متشكه وات سايد بروفيت اوه دي از وات بروفيت ساي دفت تاعو غير كان كلاسيك العربيش فاوما بصباعيه الى فيه فقال اكتب ذا بروفيت ساي شرايف اوب اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق De profeet wees naar zijn mond en hij zei: schrijf alles wat ik zeg, want ik zweer op hem die mijn leven in zijn hand houdt, dus hij zweert op Allah, dat er alleen waarheid uit zijn mond komt. Diezelfde profeet die tegen jullie heeft gezegd in andere ahadith die ik met jullie besproken heb in eerdere video's, let ik te waan, nishi en al schrijf niets over mij behalve Koran. Maar ahadith Islam vertelt jullie, tegenstrijdigheid is geen probleem. De profeet kan A, B, C, D, E, F, G tot met Z zeggen. is allemaal waar. En is allemaal goed. Ja, want nee, de profeet was toen zo, en toen was die zo, en toen dit. Ze verzinnen van alles. Is dit sahih? Is dit sahih? Yes, dit is sahih. Onderaan staat er een voetnoot. Een en wat staat er? Is nado sachieh. Ja? Is nado de onderbouwing van deze hadith is sahih. Wat betekent sahih? Betekent het betekent dat is net zo waardevol als Bukhari en moslim. Ja, zou de kritische hadith moslim, want jullie zoeken altijd naar ja, maar. Je zou me kunnen vragen: Ja, maar de profeet is. Hier wordt alleen maar gesproken over als de profeet boos was of niet. Maar hij is hier ziek. En ziek betekent: Je bent niet meer in staat om goede besluiten te nemen. Ook daar geeft jullie een boek een antwoord op. Dus ik hoef helemaal niets te verzinnen. We gaan kijken naar het boek wat heet ...Sharh nawawi al-Muslim. Ja? Pagina 8 van deel 25. Dit is wat we vinden. De link is onderaan. Dit is wat we vinden. A'lam weet, snap, realiseer. Ze praten tegen jullie, hadith moslims. A'lam en nabi sallallahu alayhi wa sallam mahsoom min al-kadib. De profeet. Is onder toezicht van Allah verboden om te liegen. En dat klopt, we hebben in Koran dat Allah tegen de profeet zegt: Als je over me liegt, beëindig ik je leven. En er is niemand die jou redt. Dus Allah waarschuwt de profeet ja? voor het geval dat. en Nabi, hij zegt het meer in een context van: weet dat mijn profeten niet liegen. Ahlem, ja? want Corijs, uh, zijn familie, zei tegen de profeet: Je liegt alles bij elkaar. Je hebt geen openbaring. Ja? Want als Allah wat zou openbaren, dan openbaart dit niet aan een arme sloeber. Hij openbaart het aan ons. Kijk, wij zijn rijk. Wat joden ook hebben gezegd toen ze tegen Goliath gingen vechten. He? Allah heeft zijn profeet gegeven. Wat zeiden ze? Wat moeten we nou met zo'n arme sloeber? Denk je nou echt dat we geloven dat je profeet bent? Ja? Waar, waar, zei, waar is jouw goud? Waar is jouw geld? Waar is, dat, dat was het. dat hebben de aarde hierover genomen. Maar, maar goed, dus dit. Dus als je tegen me zegt: Ja, maar de profeet was hier ziek. Ah, en als die ziek is, kan hij niet voor zichzelf zorgen. Dus wat lief van Aisha dat ze het voortouw heeft genomen. Ja? Nou heb ik jullie verteld, de profeet moet je altijd gehoorzamen, zelfs als hij boos is of niet. Alles wat hij zegt, zegt jullie aan islam. Maar nu kan je tegen me zeggen, ja maar hier was hij ziek. Ook dan, ja? dit boek, sharh we wel Muslim, pagina 8 van deel 25, dit is wat hij zegt. De profeet kan nooit liegen en nooit verkeerde dingen zeggen. Hij zegt alleen wat goed is. Maar zo min wamin min En hij verandert nooit wetten van Allah of regels. Sharia, nooit, wat dan ook. hal malade. Pak in, ga ja, naar huis. Dat is, het. meer kan ik niet vertellen. Jij als ahadith moslim pak in, ruim je heel inboedel en kijk even waar je, je gezicht kan doen. Want je hebt, je hebt gezichtsverlies, je hebt geen gezicht meer. Ja, je, je moet nu schaamte voelen. Want deze hadith vertelt jou dat je de profeet altijd moet gehoorzamen. Is hij boos of niet? Is hij ziek of niet? Nu gaan we terug naar Aisha, de ramp onder de vrouw van de profeet. De profeet zegt tegen haar, met gebarentaal ook nog, blijf weg bij mij, kom niet met die medicatie, stop het niet in mijn mond. Aisha zegt, hij stelt zich aan, hij is ziek. Dus, en, en de profeet zegt, waarom heb je me niet gehoorzaam? Dus alles is daar om Aisha nu op te sluiten als de crimineel die de profeet niet heeft gehoorzaamd en de profeet heeft beschadigd. En het argument, ja maar de profeet was ziek, telt niet. Waarom? Jullie Ahadith een en moslim zegt dat telt niet. De profeet moet je altijd gehoorzamen, al valt hij uit elkaar. Alles wat hij zegt moet je gehoorzamen. Dat is. Nu, nu hebben jullie een probleem. Snappen jullie waarom jullie islam niet klopt? Nee? En snap jullie waarom ik jullie argumenten en dit en jullie commentaar glijden zo van me weg? Ik ken jullie geloof, maar jullie kennen jullie, kennen jullie geloof niet. Ik ken jullie boeken, maar jullie, jullie, weten niet, jullie kennen ze niet. Jullie? Dus Ik snap waarom ik wat zeg of waarom ik niet zeg? En dan snap je ook waarom ik jou niet serieus neem. Ik kan niet Bassi en Adriaan serieus nemen als het gaat om serieuze zaken. En dat is wat jullie zijn. Ja? Want jullie klappen maar klip, klap, klop. Ja? Een imam vertelt jullie iets en jullie nemen het aan. Ja, is logisch. Ja, de profeet was ziek. Ja, is logisch. Aisha gaat ervoor zorgen en ze moeten hem dwingen. Maar jullie, dit boek vertelt jullie: nee, het is niet logisch. Aisha is nu in overtreding en had de profeet moeten gehoorzamen. Wat doen jullie nu met Aisha? niets, geen, niks, niks aan de hand. Onze moeder, Aisha, het, het middelpunt, straal, de sterren aan de hemel, niks. Aisha blijft gewoon Aisha. is niks aan de hand. Maar ze gehoorzaamt de profeet niet en ze doet iets vreemd bij hem. Nee, is niks aan de hand. Nee, nee, is Aisha. Kan niet, onze moeder Aisha. Ja, yes. het is jouw moeder. Het is een heel goede moeder. Ik, ik bid tot God dat hij beschermt tegen zo'n moeder. Dat is in ieder geval wat ik doe. Zo'n moeder die mij om zeep helpt. Ik wil zo'n moeder niet. Maar goed, het is jullie moeder, moeder Aisha, moeder prima. Geniet van jullie moeder. De tegenstrijdigheid is echt. Het reikt tot aan de sterren, maar het gaat gewoon door. Jullie vinden het echt niet erg, nooit niet. Het is afschuwelijk. Het is echt afschuwelijk. Dat, niet alleen, dat vinden we niet alleen maar in dit soort zaken. Jullie hebben bijvoorbeeld een hadith die zegt, ja? de profeet zou gezegd hebben in jullie hadith, alle Joden moeten uit Saudi-Arabië. Alle Joden moeten uit Saudi-Arabië. Dit land is voor hen die in Allah geloven. Dat zegt jullie hadith. staat niet in Koran, dat zegt jullie hadith. Allah heeft het over de, temp, de, de, de moskee Mekka. Alleen als je zuiver bent en je bent schoon, en je, je, je aanbidt Allah, je aanbidt niet valsheid als Satan, en mag je binnenkomen. Want Allah zegt: je ziel is niet rein genoeg om hier te zijn. En ik sta erachter. Als ik een aap aanbid, ja, iemand die een aap en een koe aanbidt, die in hun eigen pis slapen, ja, dat maakt van jouw hart iets wat niet rein is. Want jij aanbidt goden die in hun eigen urine slapen. Dus het gaat ook om de metafoor. Jij kan niet met hetzelfde hart binnenkomen bij de moskee van Allah. Ja? Ik zal daar zelf ook niet achter staan. Wat heb je hier te zoeken? Ja? Je wilt het bekijken, bekijk het van een afstand. Dit is geen kermis, dit is geen museum. Wij hebben hier te maken met, met, met hel en hemel en redden van onze ziel. Wil je foto's maken, maak het van een afstand. Jij komt hier met, met, met geur tussen je billen en je komt hier in de moskee, dat kan toch niet? Weten dat zelfs de Torah en de Bijbel zeggen: toen Mozes met God ging praten, moest hij zijn schoenen uittrekken. Want God zegt: Dit is een reine plek. En jouw schoenen, daar loop je mee over alles. Je kan niet met die schoenen bij mij te dichtbij komen. Joden erkennen dat. Christenen erkennen dat. Maar als Allah dit zegt over een moskee in Mekka. Ah, die moslims, waarom mag ik niet naar Mekka? Waarom is het niet in Mekka? Vecht met jouw eigen God in de Torah, die Mozes niet liet komen met zijn sandalen. Mozes moest zijn sandalen uittrekken. Maar daar vechten jullie niet voor, want jullie zijn hypocrieten. Alles wat een moslim doet, daar moeten jullie op springen. Dat is het probleem. Maar nu jullie Ahadith zegt: Joden moeten Saudi-Arabië. Prima. Maar waarom doen jullie dat niet? Want Joden hebben onlangs nog heel veel grond gekregen in Saudi-Arabië waar ze daders gaan planten. En deze Joden zeggen: Dit is het land van onze voorouders. Ja, dit, ik zeg niet wat ik er vind. Ik zeg niet dat ik vind dat ze wel of niet mochten terugkomen. Ik, zeg, ik, ik heb het nu over jullie Ahadith, jullie islam. Waarom hebben jullie niet tegen de Joden gezegd: Nee, dat kan niet? Want ons profeet zei dat jullie niet terug moeten komen. Waar is de gehoorzaamheid van de profeet? Hm? Maar dat heeft te maken met geld. Joden betalen er waarschijnlijk wat voor. En uh, geld is bling bling. Tsk, tsk. Dat, dat horen dat hoort ze graag in Saudi-Arabië. Munten die lekker klinkelen. Ja? Zo'n volle zak die jullie kunnen schudden. Dat is altijd leuk. Kom maar. Ga maar. Palmen onder, uh, bouwen en uh, doe je ding. Ja? Doe vooral je ding. Ja? Dat is het. Waar zijn jullie om te zeggen nee... We moeten de profeet gehoorzamen en hij wil niet dat ze komen. Niks. Je hoort niemand. Niemand weet. Het. Jullie weten het niet eens. Dat is nog de, de, de ramp. We gaan naar een boek wat heet Feth bari Ja, de link is onderaan, pagina 288. Aisha. Wat doet Aisha? Doet ze iets nuttigs? Nee. Ze zit te letten met wie is de profeet ha naar bed gegaan en voor hoe lang. Hij claimt dat hij gehoord heeft. Dit is jullie hadith islam. Ik claim en ik denk en ik zou. En, 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 en Jan zei tegen Pietje. En Pietje dacht van nee, maar toen zei Klaas: Nee, ik heb het gehoord. En ik dacht en nee, maar misschien, het zou goed mogelijk zijn dat Jan wat zei. Dit is hadith islam. En daar hangt jullie lot van jullie ziel aan. Het is echt verschrikkelijk. سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابن جحش ويشرب عندها عسل The Prophet ging slapen bij Zainab bin Jahsh en hij heeft bij haar honing gegeten. Fatawa zei wa Hafsa Wat nou, de profeet blijft langer bij haar en hij eet bij haar honing. Hij moet terug naar mij, naar Aisha, ik alleen. De profeet moet naar niemand behalve naar mij. En toen heb ik Hafsa geïnspireerd: Kom, Hafsa, je moet met mij samen liegen tegen de profeet, we moeten hem misleiden. En Zijt u, en Hafsa? En. 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 Sorry. Het is, het is oud boek, het is heel slecht gescreend, dus de letters zijn heel dik. Ik zie alleen inkt. Vandaar dat ik af en toe stotter. Dan denk ik van, wat moet ik er nog van maken? Dus ieder van ons, maakt niet uit bij wie de profeet als eerst komt. Wie zegt dit? Aisha, de, de, de maffialeider. Het maakt niet uit bij wie de profeet als eerst binnenkomt, nadat hij terugkomt van zijn heb... Dus Aisha heeft ook nog een script klaar. Weet je wat dat zegt over Aisha? Zij fabriceert. En Aisha vertelt heel veel in Ahadith Islam. Maar zij geeft zelf toe dat ze fabriceert. Zij, zij, zij creëert, zij ontwikkelt leugens. Weet je wie dit ook zegt bij de christenen? Paul. Paul geeft zelf toe dat hij ook fabriceert, ontwikkelt, gewoon leugens, verhalen vertelt. Weet je wie dit ook heeft gezegd in Ahadith Islam? Abu Huraida. Abu Huraira vertelde, vertelde, vertelde. En toen zeiden de mensen: Abu Huraira, dat klinkt zo vreemd. Heeft de profeet dat echt gezegd? Waarop hij zei: Nee, dit is van mij. Dit heb ik uit mijn eigen zak gegrepen. Letterlijk zei hij dat. Uit, letterlijk, ik vertaal letterlijk: Uit mijn eigen zak heb ik dit gegrepen. Maar jullie geloven dat de profeet dit gezegd heeft. Terwijl Abu Huraira jullie vertelt, de dorpsgek, jullie vertelt: Nee, dit heb ik verzonnen. Hahaha. <laughs> Geen probleem? Helemaal niet. Abu Huraira, jullie houden van Abu Huraira. Zegen Abu Huraira. Abu Hureyra is niet Abu Hureyra gaat naar de hemel. Aai, Abu... oh, mijn God. Feltakul. Dus Aisha fabriceert nu dialoog. Zij, zij, zoals jullie films, een film, een acteur moet een boek hebben waarin staat wat hij moet zeggen, dialogen. Aisha creëert een hele film met dialogen al, met tekst. Ze schrijft jullie teksten al. Voor, ze schrijft een dialoog van Hafsa. Hafsa, dit is wat je moet zeggen. En dan moet ik haar vertrouwen? Iemand die zo makkelijk liegt tegen de profeet. Dit is wat ze moet zeggen. Inni ejidomin Foof, profeet, er komt een nare geur uit je mond. Marefeer is iets wat, wat een nare geur heeft. Wat, wat ze vroeger aten. Dus ze zegt, vertel de profeet dat hij een nare een slechte adem heeft zodat hij nooit honing gaat eten. Het gaat ze niet om de honing. De profeet had geen slechte adem. Maar Aisha zegt: We moeten wat verzinnen zodat hij nooit meer daar naartoe gaat. Want hij gaat er naartoe omdat hij gek is op honing. En Aisha is jaloers. Dus ze, ze maakt een vrouw zwart alleen maar omdat Aisha daar belangen bij Snap je hoe lelijk dit is? Aisha die alleen maar om zichzelf denkt. Weet je hoe lelijk dit is? Verschuldigd, is lelijk. Zo'n persoon zou ik niet willen als een goede vriend van mij. Jij denkt alleen in je eigen belangen en je loopt op lijken en je ligt en misleidt. Zodat jouw belangen behaardigd worden. Dit is wat Aisha hier doet. Licht misleidt de profeet alleen maar zodat hij nooit meer naar die vrouw gaat om, om honing te eten. En toen kwam de profeet en inderdaad wat Aisha heeft bepaald is gebeurd. Dat is wat ze tegen de profeet hebben gezegd. O, oh, slechte adem, wat heb je gegeten? Oh, Niks aan de hand, neem me niet kwalijk, ik heb honing gedronken. Moet je kijken, zelfs jullie hij dit hoe de profeet praat als de vrouw dit tegen hem zegt. Laat een moslim dit niet proberen bij de orthodoxe moslim: dat zij tegen haar man zegt: Je hebt honing gegeten en nu stink je uit je bek. Bam, twee blauwe ogen ter plekke. Is wat, wat ze jullie leren. De vrouw moet je slaan als ze buiten haar boekje gaat. Nee, dat, is, dat zegt toch hadden de islam? Ja, dit is het. Dus, maar, moet je kijken. En tegelijkertijd zeggen ze dat de profeet. Dit soort beledigingen gewoon slikten van, de vrouw, van zijn vrouwen. Niks aan de hand. Sorry, niks aan de hand. Ik heb honing gedronken. Ja. Maar wat je nu ziet in Arabische cultuur is. Een man kan zijn vrouw bij de haren sleuren door het hele huis. Alleen maar omdat ze de brutaliteit heeft om dit te zeggen. En dan wordt tegen jullie gezegd: Ja, Hadith Islam heeft het recht aan de man geven om zijn vrouw te slaan. Hm? Dit is het. Maar om het nog erger te maken, wat zegt deze Hadith? Fenezalet, houd de zodat Tahrim vers 1 is dit, wat ze jullie uh, vertellen. Ja, Johannebi, Limet Acharimach al 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 Allah vond het nodig om te reageren op de misleiding van Aisha. En hij nam het de Profeet kwalijk. Begrijpend lezen gaan we doen. Allah zegt tegen de Profeet, hoe kon je makkelijk afwijken van wat ik openbaar? Heb ik openbaard dat dit en dit niet mag? Nee. Nee, dat heb ik niet geopenbaard. Waarom heb je dat gedaan? Omdat Aisha dat zegt. Conform deze hadith. Dus moslims, jullie wijken af van Koran. Heeft Allah jullie dat verteld? Nee. Waarom wijken jullie af van Koran? Omdat Bukhari dat zegt. En wat doet Allah met mensen die afwijken van Koran zonder toestemming? Allah openbaart daar iets over. En hij heeft de profeet op zijn plek gezet in Koran. De profeet kreeg op zijn hoofd, plat gezegd op zijn kop, zoals we dat zeggen. En met alle respect voor de profeet waar ik van hou. Allah heeft hem in Koran eigenlijk vernederd. En dat is mooi, want dat betekent dat Koran nooit van de profeet is. Maar Allah heeft de profeet op zijn plek gezet. Profeet, wie heeft jou de toestemming gegeven om iets te verbieden wat ik, nog niet, wat ik niet zodanig heb op, geopenbaard? Hoe kunnen jullie zeggen dat de profeet ruimte had om zonnet te creëren... waarin andere regels staan dan in Koran? Terwijl jullie duivels ondersteunen op deze vers... wat zegt, toen de profeet dat gedaan had... werd hij op het matje geroepen door Allah in Koran. Dat is hem. Dit is, dus de profeet werd op het matje geroepen door Allah... omdat hij een fout heeft gemaakt... En wie is de oorzaak van dat fout? Aisje. Dit is Aisje. Waar was Aisje? Waarom lezen we niet dat Aisje tegen de profeet zegt: Mijn God, wat erg. Allah openbaart en hij geeft jou op je hoofd vanwege mij? Vraag vergeving voor mij bij Allah. Want als jij de profeet bent van God en hij roept jou op het matje, wat doet hij met mij dan? Check even bij Allah of het nog goed zit. Vraag vergeving voor mijn achterlijkheid. Niks, we lezen niks. Niks. Aisha vraagt nog vergeving, heeft nog spijt, biedt geen excuus aan de profeet dat ze hem in problemen heeft uh, gebracht. Niets. Het gaat gewoon door. Want de volgende ramp staat al klaar waar Aisha zich aan uh, gaat beginnen. Die heeft geen tijd om uh, tot alle te komen. De, de volgende rampfilm heeft ze al klaarstaan. Die, de, de posters hangen al. Hij hoeft alleen maar te draaien in de bioscoop. Maar ik denk niet dat dit het eerste is of het laatste is wat Aisha doet. Is dit van shia, is dit van joden, is dit van christenen, is dit van duivels? Nee. Dit is, dit is gewoon jullie boek. Dit is, dit is Fath al-Bari. Dit is gewoon jullie boek. Ja? Dit is gewoon... Ja? Wat moet ik jullie vertellen? Fath al-Bari is gewoon een erkend, geaccepteerd boek. Sahih. Maar moet je horen hoe uitgekookt Aisha is. Aisha is zo uitgekookt, bah. Dus toen Zeneb. honing hadden de profeet, kwam bij haar, was Aisha jaloers. En wie heeft ze erbij betrokken om haar te helpen? Hafsa. Maar nu gaat ze Hafsa bedriegen. Dezelfde Hafsa die haar heeft geholpen. Nu gaat ze Hafsa bedriegen. En in de rug steken met een slagersmes. Want nu is het hafza bij wie de profeet te lang is gebleven. Daaronder, hetzelfde bladzijde daaronder. Haddathana. Hadathana, die en die en die. Allemaal bronnen die ik zeg, I, I don't Maar het is sahih. Maar ik wil ze niet lezen. Wekane uh, idan sarfa min al-asr. Dakhala al-nisa'if. Dakhala al Het Fa. in min ihdahuna. Fa dakhala al Hafsa. Ja? Nu is hij naar Hafsa gegaan, de dochter van Omar. De andere duivel die de profeet heeft willen doden. Of in ieder geval die over de profeet heeft gerodeld. In het verhaal van Salman Ben Faris. Die hem belachelijk heeft gemaakt. Die hem lui heeft genoemd. Die Omar, die jullie eren. Omar, de tweede kalifa. Dit is zijn dochter. Deze twee vrouwen zijn de dochters van Abu Bakr. Aisha is de dochter van Abu Bakr. Hafsa is de dochter van Omar. Ja? Zo vader, zo dochter. Nu, dezelfde Hafsa die Aisha heeft geholpen op haar verzoek, Aisha gaat haar nu verraden en bedriegen. Moet je kijken. Nu, ander incident waarbij de profeet te lang bij Hafsa is gebleven. Zij is bij haar ietsjes te lang gebleven. Ah, Aisha zegt, ik was jaloers. Neem me niet kwalijk. Ik was jaloers. Als ik jaloers ben, word ik zuur. Word ik gevaarlijk. Word ik dit. En dus, omdat ze jaloers is, geeft het haar toestemming om iedereen te misleiden. En te licht tegen de profeet. Fagheert. Ze zegt: Ik was jaloers. De profeet mag bij niemand behalve bij mij. Dit is Aisha. He? Ik ben gevraagd: Waarom is de profeet.? Zij was ook nog nieuwsgierig en ze ging bemoeien met het privéleven van Hafsa, de profeet. Want hij was ook met haar getrouwd. Ook met Hafsa. Dus ik ging vragen: Kilali. Ahdet lehe imra'a min een familie van Hafsa heeft haar honing gestuurd. En ze heeft wat gegeven aan de profeet. Dus eerst was de profeet met honing bij een andere vrouw. Nu is het bij Hafsa. Bij wie is het? Is het bij Zeynep of is het bij Hafsa? Hoe vaak heeft de profeet te horen gekregen dat, dat, dat Aisha geen honing wil. Dat, dat, die, dat ze niet wil dat honing eet. Hoe vaak? Hoe kun je nog dit serieus nemen? Maar prima. Fakult. Emma wallah. Aisha zweet ik ga dit verpesten. Want zij is mafialeider. Emma wallah. Lennartel en nalaho. Aisha zweet ik ga dit verpesten. Klaar. Ook, ook Hafsa ga ik bedriegen en misleiden. Fakult li Saude zam'a. Zemma. Wie is Saude bint Zemma? Een van de eerste vrouwen van de profeet. Conformeel je hadith. Altijd lief. maar door Dus Aisha heeft nu Hafsa laten zondigen. In het eerste verhaal. En nu laat ze een andere vrouw van de profeet zondigen, Sauda. Nu moet Sauda gedwongen Aisha helpen om tegen de profeet te liegen, zodat hij nu een hekel gaat krijgen aan Hafsa. Welk Hafsa? Dezelfde Hafsa die Aisha heeft geholpen in het eerste verhaal met Honi. Wat, wat zegt dit over Aisha? Dat ze lelijke rot was van binnen. Zij kent geen loyaliteit. Zij bedriegt nu Hafsa, die haar heeft geholpen, gaat ze nu bedriegen. Dit is Aisha. Hm? En weer hetzelfde verhaal. Oh, Profeet, wat ruik je uit je mond? En die heer die als je de komiek even zou lekker zitten, en weer zegt de Profeet Neken wat honing gegeten bij het hafsa en en en. En toen was Aisha weer blij. Z zij heeft alles verpest voor alle andere vrouwen. Zij is nu de enige correcte vrouw en nu is ze blij. Ha -ha. Ik heb misleid, ik heb bedrogen, ik heb gelogen. En ik heb dames van de profeet geïnspireerd om met mij te liegen in mijn agenda, in mijn campagne. Hé, He, wat heerlijk, nu kan ik weer rustig slapen s'nachts. Ik ben Aisha, ik verpest het voor iedereen, want het moet alleen met mij goed gaan. Want als de profeet een leuke relatie heeft, en een romantiek met een andere vrouw, nee, 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 dat vind ik als Aisha niet goed. En jullie hebben daar begrip voor. Waarom? Ik heb laatst een imam horen vertellen. En hij, zo met een glimlach zei hij. Aisha was jaloers. Ach, ja, Aisha was jaloers. Hij vertelde het heel vertroetelend. Ja, ze was jaloers. Ah. Liegen tegen de profeet, misleiden, zondigen... De profeet voor zorgen dat hij problemen krijgt met Allah. Uh, gaf ze en Souda zorgen dat ze zondigen tegen de profeet problemen krijgen met Allah. Ah, maar ze was jaloers. Ah, Aisha. Ah, is Aisha, joh. wat kun je eraan doen? Is toch vertroetelend? Aisha. Ach, laat haar toch gewoon zondigen. Niemand mag zondigen. Nie Geen korte rook. Nee, hel. Geen, korte Geen hoofddoek. Nee, hel, hel. Nee, nee. Homo's, nee, hang ze, hang ze. Hang ze alsof je zoutvlees laat hangen in de zon. Hang ze. Maar Aisha misleidt, bedriegt. Uh, geeft de profeet iets waar hij van vlaam vat. Wat doen we met Aisha? Ah, nee, niks joh. Aisha is toch lief. Ach, is een schatje joh. Nee, we doen niks met Aisha. Gewoon laten door. En dat niet alleen. Aisha is nu een bron geworden in Achadit Dat is nog de ramp. Dat is nog de ramp. Maar we gaan terug naar Aisha. Nadat ze medicatie gedwongen in de mond van de profeet heeft gedaan. Want dat is de ramp waar we mee bezig zijn wat mogelijk heeft geleid tot de dood van de profeet. Want wie de, de, dood van de, de conditie van de profeet leest in de hadithboeken, boeken het klinkt als iemand die vergiftigd is. Dat de profeet zweet had op zijn voorhoofd. Kon niet praten. Enorm veel pijn. Kon niet staan. Moest leunen op iemand. En, wie, en, en wat zegt Omar? Wat zeggen ze? Oh, de dood. De dood komt met pijn. De dood komt helemaal niet met pijn. De dood komt met pijn als je iets ernstig hebt. Of je bent aangereden of, of je bent gebroken. Maar er zijn zat mensen die, die, die doodgaan in hun slaap. Maar ze vertellen jullie, en dat is waarom er iets stinkt. Ze willen iets verbergen. Nee, maut. De dood komt met haar eigen pijn. De dood komt met haar eigen pijn. Ja, dus snap je? Dus cover up, dit is cover-up. En als jullie denken dat ik het zeg, nee, we gaan even kijken naar... ...el-mustadrak uh, al-sahihayn lil-hakim, ga dan naar, wat is het? Uh, ik laat de link achter in ieder geval. Het is deel 4, hadith nummer 7524. Wat lezen we daar? Dus we gaan weer terug naar, naar die scène waarin de profeet wakker wordt... ...nadat Aisha iets in zijn mond heeft gedaan, gedwongen. En Aisha is in paniek en probeert excuses te vinden. Dat maakt haar verdacht. Ze probeert van alles te vertellen. Nee, hij is dit. Nee, hij heeft geen medicatie. Nee, hij heeft uh, nierstenen. Nee, hij heeft dit. Nee, hij heeft pijn in zijn onderrug. Maar wat zegt de profeet terwijl Aisha aan het ratelen is? In paniek. Ze wil haar, bl blijkbaar haar, haar, haar crime, haar misdaad, wil ze verbergen. Dit is wat je voelt. Je voelt een soort paniek bij Aisha. Wat zei de profeet toen, toen ze zo aan het ratelen was? Uh, mensen vertellen wat de profeet wel of niet heeft. Wat zei hij? In deze hadith. Deze, deze schrijver zegt. Waarom heeft Bukhari en Moslim dit niet gebruikt in hun boek? Het is hadith sahih. Bukhari en Moslim hebben het net verborgen gehouden van de moslims. Zodat jullie Aisha niet haten. En Aisha hoort bij een heel maffia. Die hadith islam heeft gecreëerd. Wat zei de profeet? Hij heeft Aisha onderuit gehaald. Begrijpend lezen. Hij maakt Aisha uit voor een leugenaar. De profeet maakt Aisha uit wederom voor een leugenaar. En hij zegt: De link is onderaan. Denken jullie dat dit een ziekte is? Wat ik gekregen heb van Allah? Dit heb ik niet gekregen van Allah. Dat betekent: Dit is geen natuurlijk ziekte. Begrijpend lezen. Want wat krijgen wij van Allah? Wat zeggen we moslims? Ik heb het van Allah gekregen. Iets waar je niks aan kan doen. En wat zeg je dan? Ik heb het van Allah gekregen. Ik accepteer het. Maar de profeet zweert hier en hij zegt: Denken jullie nou echt dat dit van Allah komt? Dus hij is boos. De profeet is hier boos. Want hij denkt dat het is te laat ik, ik, Ze hebben mij vergiftigd. Dus ik, 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 mijn woede dat ik zo verraden ben moet eruit. Want als je zat te vertellen, hij heeft nierstenen en normale ziekte En, en. En hij is boos op haar. Denken jullie nou echt dat dit iets is wat natuurlijk is? Denken jullie echt dat dit iets is wat van Allah komt? Dit komt niet van Allah. Dat weet ik 100 procent zeker, zegt de profeet. En ik zweer op hem die mijn leven in zijn hand houdt. Wie houdt ons leven in, hun, in zijn hand? Allah, dat zeggen wij moslims. Wat betekent dat? Omdat Allah leven geeft en leven neemt. Dus wij zeggen... Je zweert, hij die mijn leven in zijn hand houdt. Allah. Hij zegt, en ik zweer op hem die mijn leven in zijn hand houdt. Jullie moeten allemaal dezelfde fles drinken. Ik wil dat jullie allemaal diezelfde fles drinken. Ahad, niemand, niemand, niemand. Vertel me niet, Aisha Hafsa, oom En oom Salman was aan het vasten. Oom Salman, die niks heeft gedaan blijkbaar, die was, die was aan het vasten. En ze zegt, mijn God, ik ben aan het vasten. Moet ik komen? Maar profeet zei niks van vasten. Jullie zogenaamd zitten jullie te vasten, zijn jullie vroom en goed en jullie zijn hiermee aan het vergiftigen. Wat heeft het voor zin om te vasten? Hypocriet, hou op met verhalen en drinken, niks vasten. Salem was aan het vasten, vertel ze jullie. Kaer, fara eetu hum, jeludunen hum, rajulan, rajulan. Eén, één, één moesten ze drinken, één, iedereen in dat huis. De profeet vertrouwde zijn eigen gezin niet en hij beschuldigde ze ervan dat ze hem vergiftigd hebben. Kalt aisha عائشه رضي الله عنها steeds زاي زايخ عنها نوك ستيت زاي ني دارا نتزغنه dus de profeet zegt alleen de vrouwen in een ander hadith die ik met jullie heb gedeeld sprak de profeet alleen de vrouwen weet jullie nog dat hij zei abbas niet maar aisha is nu iets aisha verspreidt nu de crime zodat ze niet alleen is Aisha vertelt jullie nu, nee de mannen hebben ook gedronken. Maar er waren geen mannen, het was Abbas. Maar Abbas die hoefde niet, zei de profeet, want hij was er niet bij. Toen jullie mij begonnen met vergiftigen, hè, zou je kunnen zeggen. Maar nu Aisha verdraait alles, Aisha wil dat al, ze gooit zand in jullie ogen, zeggen we dat. Aisha zegt, nee de mannen begonnen te drinken en toen kwam hij bij de vrouw van de profeet. Maar Aisha ligt hier, want er is een andere hadith die zegt dat er helemaal geen mannen bij waren, behalve Abbas وبلغ اللدود أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلوددنا امراة امراة، أن تون على فراو فراو فراو، حتى بلغ اللدود امراة منا، yeah? توت أن فراو من إتوك موس ما مازال في الأغنية في التاريخ إذا قال إبن الزناد ما وإبن الزناد في التوت إلي دت. هو بيت هاي، إذا أس عائشة إذن نيتجزيغتها، إذا هاي إذن إينا برون، yeah? ولا أعلمها إلا ميمونة. Yeah. هاي زيغت إس ميمونة، هاي بيتت، هاي بنوط إتا عائشة في بارخ. قال وقال الناس ناي عندر من سبب خزخت ناي تيس أم سلمة, سلمة. برون فقالت اني والله لصائمة او اكس بالله ، انت فاستا فقلنا بئس والله ما ظننت ان نتركك وقد اقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلددناها Wij doen wat de profeet zegt. Hij heeft gezworen. Maar Aisha, hypocriet dat je bent, waarom heb je niet gedaan wat de profeet het, is dezelfde profeet? het is dezelfde profeet. Waarom heb je niet gedaan wat hij net zei toen hij tegen je zei: van, ge, niks in mijn mond? Ah, nu? Nee, wij moeten de profeet gehoorzamen in alles wat hij zegt. Hij zegt: jullie moeten dus. Maar Aisha, de hypocriet dat je bent, waarom heb je net niet gehoorzaam? Dan had je deze probleem niet gehad. Dan had Omselme haar vasten niet moeten verbreken. Aisha is een ramp. In de hadithboeken. In de hadithboeken is Aisha een ramp. Overal waar ze is, overal waar ze is, stuurt ze iedereen mee in haar zonde. Overal. En omwille van haar moet iedereen betalen. En omwille om van haar wordt iedereen onderdeel van een zonde. Overal waar Aisha is. Dit is het. Het is een hadith sahih. Want ik ken de achterlijke maloten die hier gaan tikken. Wat zit je hier te vertellen? Wat zit je heen met de petten? Het is een hadith sahih. Dus stop cement back je en stop. Dit is een hadith sahih. Is net. Welemen yukhar roja. En deze schrijver, deze schrijver, ja. Dat al mustadrak aan de sahihijn die Die beschuldigt ook nog tussen de regels door Bokhariën en moslim dat ze aan censuur doen. Hij zegt, dit is een hadith sahih En het staat niet in hun boeken. Het is waar, maar het staat niet in hun boeken. Snap jullie de censuur? Bokhariën en moslim passen censuur. Pas er nog pas, heb ik met jullie laten zien. Bewijzen heb ik met jullie. Link is onderaan. Dit is Aisha. Aisha. Dus nu snappen jullie hoe Aisha is. Aisha doet wat Aisha vindt. Aisha is een rebel. Aisha is een bendeleider. Dit is de Aisha waar de profeet mee getrouwd zijn, zijn op haar negende. Hier zeggen de blanken die, die niks snappen, omdat ze het van jullie hebben geleerd. Getrouwd met haar op haar negende, was een kind, was een dit. Ach, zielig kind, ach, kindhuwelijk. ah. Aisha was een monster, was geen kind. Was, was geen... Is dit een kind? Klinkt dit als een kind? Ja? Dit zijn vrouwen. De, de, de oudere vrouwen van de profeet worden bespeeld door Aisha. Klinkt dit als een kind in jullie oren? Is dit, is dit een kind? Die de profeet dwingt met medicatie in zijn mond. Is dit een kind? Is dit een kind die een, een volwassen man dwingt om iets in zijn mond te stoppen? Aisha, die op oorlogpad ging naar Irak. Klinkt dit als een meisje van een kind, negen jaar? Die nog opgegroeid is en nog jong is gebleven? Ah, dit is wat jullie vertellen over jullie profeet. Nee, jullie maken hem ook uit voor een of andere pedofiel die met jonge meiden gaat. Want een jonge meid is, is een lekker toetje. Dit is wat jullie zeggen tegen de blanke of jullie profeet. Uit welke bronnen? Uit deze duivelsbronnen. Die jullie vertellen dat Aisha een crimineel was en een moordenaar. Dit is het. Dit is Aisha. Dit is dat kleine kuikentje waarvan jullie haar voor aanzien. Aisha, ach, is Aisha. Op haar negende. Ze speelde nog met poppen. Zegt Bukha, jullie hadith. De profeet kwam bij haar en hij zag haar toen ze nog met poppen speelde. Dat niet alleen, ze had zelfs een Pegasus. Een Griekse Grieks mythologiepaard met vleugels. De profeet zag IJsje spelen met Pegasus. Dat is IJsje. De profeet zei tegen Aisha... God heeft mij jou laten zien in mijn droom dat ik met jou zou trouwen. Wie heeft dit gezegd? IJsje zelf zegt dat. Wij van WC1 adviseren WC1. Dat is verschrikkelijk. Dat, dat is kinderachtig. Terug naar Aisha... Die dus aan het raten is in paniek en van alles probeert te verzinnen, als oorzaak voor waarom de Profeet eh, zo achteruit aan het gaan is qua gezondheid. Zij vertelt iedereen waar de Profeet bij is, want alsof hij zelf niet kan praten, dat hij iets heeft, misschien aan zijn negen of de onderrug. Ja? Dat noemt ze gassa. Het Arabisch hoort mijn hoofd, wat, wat, wat ze gebruikt heeft, dat woord. Ja, dus, dus, dus dat is zeg maar rondom Mitaia. Dus dat kan je onderrug zijn of uh, je nieren. Dat is wat de Profeet heeft tegengesproken in de hadith die ik net allemaal met jullie heb gedeeld. Dat hij zei, dat is een leugen. Dit heb ik niet van Allah gekregen. Dat is geen natuurlijke aandoening. Maar kijk nu hoe Aisha iets anders verzint. Omdat, en en verbind dit met wat ze in de Profeets mond heeft gedaan. Uh, wat hij niet wilde. En waar hij op boos werd toen hij bij kwam. Want hij viel flauw. Verbind dit vooral, dit, met wat ik je nu ga vertellen. En dan vallen de puzzelstukjes voor jou op zijn plek. Wederom, Aisha is aan het vertellen. Zij bepaalt de narrative. Zij bepaalt het verhaal. Zij is, zeg maar, de editor van een krant... die bepaalt wat komt in de krant wat mensen gaan lezen. Ja? Het gaat eerst langs hem. Editor die zelf bepaalt wat komt, hoe komt het, hoe, wat, wat. Ja? Die heeft die eindredactie. Hij bepaalt. Dat is Aisha. Die bepaalt hoe het nieuws naar buiten gaat en welk nieuws en hoe een film in elkaar steekt. Aisje die jullie vertelt, hij heeft waarschijnlijk pijn aan zijn neren, wist ze zeker, pijn aan zijn taille, wat het ook is. Ik zeg, ik heb het opgezocht, de Arabieren zeggen, dat woord betekent pijn aan je neren of je onderrug. En daarbij hoort flauwvallen niet bij, moet jullie maar zelf opzoeken. Nu spreekt Aisha op een ander verhaal. En dit, als jullie nog Aisha niet verdacht vonden, vinden haar dan nu verdacht. In Albani. De Albani zegt in Sahih al jami Aisha is aan het vertellen. Ja? Uh, uh, nummer 7.929. Golaset hukm al-muhaddith sahih. Het is een sahih hadith. Dus ook Bukhari heeft hier wat over uitgebracht. Wat zegt Aisha nu wat de profeet zou hebben? Ze zegt: De profeet zei: ja Aisha, O oh Aisha, azalu, ajidu, attaam, Ik uh, leid nog steeds als gevolg van wat ik gegeten heb in Khaybar. Fahada awan Wajetun khita'a abhari min delike sum. De profeet zegt: Aisha vertelde mij. Nu pakt dat gif me echt erg. De gif wat ik gekregen heb van de Joods. Het zijn altijd de Joden. Het zijn altijd de Joden. Dus deze Arabieren en Persische mensen hebben gedaan wat ze hebben gedaan bij de profeet. En aan wie gaan we alles afvegen? Want dan geloven moslims het makkelijk. Joden. Alles is aan Joden. Ik zeg niet dat Allah niet vertelt over afgedwaalde Joden. De Torah vertelt over afgedwaalde Joden. Jezus vertelt over afgedwaalde Joden. Maar Allah vertelt ons in de Koran niet dat ze de profeet hebben vergiftigd. Dus, dat is wat ik bedoel. Doe niet meer dan wat Allah vertelt. Dus Aisha zegt nu, nee, nee, wacht even. De profeet heeft mij verteld, oh Aisha. Nu heb ik toch echt veel pijn van dat gif wat ik gegeten heb. Van de Joods vrouw die mij vergiftigd heeft zonder dat ik het weet. Wanneer? Bijna drie jaar geleden. Dus de profeet krijgt gif van een Joodse vrouw die hem dood wil hebben, maar hij leeft nog steeds drie jaar lang. Wat voor gif is dit? Is, is dit een smaakje aan een kauwgomgif? Welk gif is dit? Ja? Maar Aisha, ben je vergeten dat je net zei dat hij pijn heeft aan zijn onderrug of nieren? Snap je? Dit is wat Aisha verdacht maakt. En dit is een hadith sahih. Het is allemaal goed, het is allemaal dit, het is allemaal dat. Aisha zegt dit met zekerheid. Nee, en dan zegt Aisha weer, nee, dit dit met zekerheid. Aisha, wat ben je nou aan het pingpongen? Van waar de paniek? En het feit dat Aisha nu... Wij weten dat ze iets in de mond van de profeet heeft gedaan wat hij niet wilde. En dat we net van diezelfde Aisha te horen krijgen... dat ze zijn pijn linkt aan gif van een Joodse vrouw. Voor mij is Aisha door de mand. Voor mij is Aisha door de mand omdat ze ging pingpongen over wat ze zogenaamd zeker zou weten, wat de pijn is van de Profeet. Toen zij vertelde dat dat de nieren zijn of de onderrug, heeft de Profeet haar uitgemaakt voor een leugenaar. Hij zei: Nee, wat je zegt is niet waar. Dus hij maakte ijsje uit voor een leugenaar. Dus, dus dat hebben wij. Nu hebben we dat ijsje springt op van: Oh jee, straks komen ze nog achter dat hij vergiftigd is. Dit is, niet de, dit, is niet de, dit is niet de enige keer dat Arabieren de familie van de profeet vergiftigen. Wat denk je dat ze met Hassan hebben gedaan? Ze hebben Hassan vaker willen vergiftigen. En hij ontsprong de dans, tot ze hem te pakken hebben. En hij begon zijn eigen lever te kotsen. Hassan, de kleinkind van de profeet, is vergiftigd. En wat zegt de ahadith-islam? Hij was zodanig vergiftigd dat die lever begon te kotsen. Zijn lever was helemaal verteerd in zijn buik. Dit is wat gif met je doet en niet drie jaar lang. Dus plak dit met dit met dit met dit en je hebt je puzzelstuk daar. Ja? Dit is hem. Uh, dit soort zaken vind je ook in Bulgarië. Kijk bijvoorbeeld naar Bulgarië, uh, 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 Boek 83, hadith 68. Of naar, kijk naar Sahar Bulgari, 6691. Het is niet dat dit helemaal uit de, de lucht is komen vallen. Zelfs jullie Bulgarië. Geeft jullie een hint hierover? En wie, denkt, wie nog steeds denkt: van hey, ja, maar was het nou wel of niet? Ja, maar Aisha is lief, ja, maar de profeet was gelukkig, ja, nee, nee. we gaan naar Shah ja? Nawawi al Muslim. Deel 10, pagina 65. Het is een heel lang, lang, is een lang verhaal. Ik ga eens even kijken of ik kan uh, samenvatten. لما دخل النبي وسلم النساء قال دخلت المسجد إن الناس يتكلمون حدثنا عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب فين دوختر نت مت عائشه على البكوك ستوفه واس اوم ذا بروفيت تو فلايت تو ميس لايدر لي وات حدثنا عبد الله بن عباس حدثنا عمر بن الخطاب قال لما اعتزل النبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه ذا بروفيت خين ويغ باي ذا فراوه Ik heb jullie verteld, in Koran Als, als het woord wat Allah heeft gebruikt. is niet je vrouwen slaan. Maar je vrouw uh, 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 verlaten. Allah zegt in Koran. als je ruzie hebt met je partner. dan moeten jullie niet met elkaar gaan vechten. maar verlaat elkaar. en praat niet met elkaar. Dat is de straf die je als man de vrouw kan geven. Jij als man, als jouw vrouw iets heeft gedaan. wat jou heel erg heeft gekwetst. wat zegt Allah in Koran? Praat een tijdje niet met je vrouw. Ga. Uh, 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 ...separate een tijdje. Ja, zodat jullie afkoelen, zodat je dit... ...zodat ze snapt wat ze gedaan heeft. Zo, zo. En dat geldt andersom natuurlijk ook. Ja. Wat zien wij jullie? Maar, maar jullie duivels willen alleen maar natuurlijk... ...de zwaarden slepen. Want die zijn al gesleept. Wat moeten we er anders mee? Nee, we gaan de handen hakken. We gaan vrouwen slaan. We gaan dit. We gaan stenigen. We gaan, we gaan, we gaan. gaan, gaan. Ja? Wat niet in de Koran staat. Ja. Maar nu vertellen ze jullie zelf... ...want ze zeggen, we, we volgen de profeet... We volgen de profeet. De profeet is de lopende Koran. Wat heeft de profeet gedaan toen hij boos was op zijn vrouwen? Heeft hij zich geslagen, onthoofd, gestenigd? Wat heeft hij gedaan? Niets. Hij is weggegaan. Omar vertelt jullie dat. Lemma a'tazal nabi'llah sallallahu alayhi wa sallam. Die zei: Wat betekent a'tazal? Hij ging weg bij ze. Hij heeft ze gelaten met zichzelf. Toen hij boos was heeft de profeet zijn vrouwen gelaten, hij heeft ze niet geslagen, hij heeft ze niet mee gesleurd. Ja? Waar, waarom doen jullie dit niet? Waarom vertellen jullie niet moslims dat een vrouw geslagen mag worden, want dat staat in de Koran? Waarom zijn jullie zulke duivels? Waarom liggen jullie overal? Hebben jullie geen hart? Is u de hart van rubber? Is die van steen? Is die van hout? Waar is die van? Die zijn afschuwelijk. Ze zei, de geldtul Omar. Die wist niet wat er aan de hand was. Zijn dochter is getrouwd met de profeet. Hafsa, een van de vrouwen van de profeet. Hij zegt, ik ben de moskee binnengekomen. Was bombari. Moslims waren aan het, aan het roddelen. Mensen gingen zitten in de moskee. En gingen met elkaar praten. O oh, jee, de profeet heeft al zijn vrouwen verlaten. De profeet is gescheiden van al zijn vrouwen. Denk je dat als de profeet gelukkig was met Aisha en Hafsa en wie dan ook, dat dit speelt? Dat, dat, dit, dat dit was gebeurd? Is Hadith Sahih, is moslim. Waarom zijn jullie zulke achterlijke debielen? Ik geloof niet in dit soort troep, maar jullie geloven erin, dus ik geef jullie een koekje van eigen deeg. Moslim vertelt jullie: de het was zo erg dat mensen gingen roddelen. De profeet is eindelijk weg bij zijn vrouwen. Dat is, niet de vrouwen van de profeet zijn weg bij de, bij de profeet, want dat maakt wat uit. Dat betekent dat zij niet gelukkig waren. De mensen zeggen, de profeet is weg bij zijn vrouwen. Dus dat betekent dat iedereen in de community van de profeet wist dat de profeet niet gelukkig was met zijn vrouwen. Nee, dit, dit is nog het ergste. En hij wordt hier in karikatuur neergezet als de lelijke man met vrouwen om hem heen. Alsof onze profeet gek was op vrouwen, hij, hij, hij wil alleen maar vrouwen, harems en. Terwijl Haram zijn honderden jaren na hem ontstaan. Dus, verkaal Wacht even, Salah zei, gezegd. Waadelijk, als en een Jokmar hijab Dat was voordat Allah zei dat ze hijab moesten dragen. Dus, hijab. Dus, hijab, wat zo belangrijk is, wat de Joden al hadden, nee. Allah zegt later pas Hijab. Nee, Hijab was niet zo belangrijk. Maar als Allah de Hijab niet zo belangrijk vond in jullie verhaal, waarom komt dit pas later? Want dat heeft direct te maken met je fatsoen. Nou goed, dat is een ander verhaal. Ander verhaal, andere serie. Hoe eigenlijk die op Hijab? Trouwens, wie heeft de Hijab uh, voorgesteld? Omar. Omar zei tegen de Profeet: hoe kan je, so je vrouwen zo so laten? Mannen kijken ernaar. Dus Omar vertelt nu de Profeet van Allah. Wat fatsoen is en de profeet van Allah zelf weet het niet. Snappen jullie wat voor een belediging dat is van de profeet? Dat snappen jullie niet, want jullie zijn geconditioneerd om de tenen van Omar en zijn gelijken te kussen. Het en... maakt niet uit dat ze doen. Het maakt niet uit. Joh. Tegen wie praat ik? Kabila ja? en yu'mana bil hijjaf, faqal Omar. Faqult, faqal Omar, En Omar zei, vandaag ga ik uitzoeken wat er aan de hand is. Fadaghalta ala Aisha. Hij is naar Aisha gegaan, de dochter van Abu Bakr, de eerste kalifa. Die samen met Omar, de profeet, bijna had gedood. In de vorige video. Verdagelaar Aisha. Hij is bij Aisha binnengekomen. Jullie, jullie lieve Aisha, de moeder van de moslims. We gaan even kijken hoe lief ze is. Ah, zo'n schatje. Even kijken. Verdagelaar Aisha. Wat kult? Jij bent Abu Bakr, dochter van Abu Bakr. Aqad beleggen min sha'nuki en ta'wi Allah sallallahu alaihi wa als je zo brutaal geworden dat je de profeet van God pijn doet, en focus hier op het woord to thee. Focus hier op het woord to thee. Ga niet met 380 kilometer op de snelweg. Wees geen debil zoals Akhadif-Moslims. Weeg elk woord. Deze schrijvers praten tegen jou in code taal. Ze waarschuwen moslims. Maar uit angst kunnen ze niet alles zeggen. Dat is mijn gevoel. Dus ze praten hier in code taal. Want ze kiezen een woord wat specifiek in Koran staat... waar alle de ergste hel aan hangt. Allah zegt in Koran... men yu'ri... wie mijn profeten pijn doet... en Allah gebruikt specifiek het werkwoord yu'ri... die krijgt de ergste hel. Wie mijn profeten pijn doet, krijgt de ergste hel. Dus wat gebruikt de schrijver hier... uit de mond van Omar? Wat zegt Omar tegen Aisha? e min min en entu'ri... Oma gebruikt hier het werkwoord, Wat als je dat doet, ga je in de ergste hel. En, en hij zegt, Aisha heeft dat gedaan. Snap je? Ik hoop, ik hoop dat ik hier praat tegen mensen met een IQ. Niet mensen van Satellite en simmen. Met jullie heb ik niks, jullie zijn verloren. Mensen met een IQ. De schrijver praat in codetaal tegen jullie en hij vertelt jullie bewust. To thee, Aisha heeft iets gedaan. Aisha staat eigenlijk op de lijst om mogelijk naar hel te gaan begrijpend lezen. Abella ramen de sallallahu Omar de tweede kalifa... die zoveel autoriteit had tussen de moslims komt naar Aisha. Waarom komt hij naar Aisha? Oh, nou snap je waarom? Oh, ze hebben het opgelost. Nee, Omar kwam Voordat, voordat de vrouw van de profeet eh, verboden werd om andere mannen te ontmoeten. Maar Omar, maar, maar, maar luister hoe Omar door de mand valt. En luister hoe de schrijvers van jullie islam door de mand valt. Omar vond dat de vrouw van de profeet geen andere mannen moesten zien. En hij vond dat voordat de openbaring kwam. En jullie zeggen mohafakat Omar. Pas toen Omar dat vond... Heeft alle dat bevestigd? Want Omar is nu de profeet. In Moab Omar. Wie dit niet kent, ik ga het hier niet uitleggen. Omar wist openbaringen voordat alles openbaarde aan de profeet. Maar Omar, ben je vergeten dat jij geen openbaring nodig had? Jij vond al voordat de openbaring kwam dat de vrouw van de profeet niet naar andere mannen moest kijken. Al is het alleen maar contact. Maar waarom ben jij dan nu gekomen bij Aisha? Snap je waarom dit islam in elkaar opknaalt? Het is echt in Adria van de ergste soort. Omar was het die voorstelde dat de vrouw van de profeet volledig afgezonderd moest worden. Zich moest bedekken. Maar het is Omar die nu naar Aisha komt. Waarom ben je niet voor de deur gebleven, Omar? Waarom heb je niet gesproken achter een muur? Wat Allah vertelt in de Koran over de vrouw van de profeet. Nee, 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 dat was voordat Hijzab kwam. Maar dat doet er niet toe. Omar trok niks aan van de openbaring. Want hij stelde voor, voordat de openbaring kwam. Snap je niet? Dus hij gaat naar Aisha. Uh, uh, Aisha en toen Hoe sprak Aisha? Wat zei Aisha? Salam alaikum, Omar. Kom binnen. Wil je een kopje thee? Wil je een koekje? Ik, ik heb eerbied voor je, want je bent de beste vriend van de profeet. En, en, is dit wat Aisha zei? Wat zei Aisha? De opgevoed Aisha. Net opgevoed meisje. Wat zei ze? Is dat wat ze zei? Dit is wat ze zei. Luister goed. het, wa al Wat moet je bij mij? Ibn Ghattab, ze noemt hem niet eens maar. Wat moet je? Wat we hier in Nederland zeggen, wat moet je? Dit is Aisha, Jullie moeder, de moeder van de moslims. Jullie, de beste vrouw van de profeet. Zij is maagd en zij is dit. wil van de woestijn. Jullie kennen het allemaal uit haar eigen mond. Zij, zij wat ik net zei, wij van WC1 doen aan aan WC1. Aisha prijst zichzelf de hemel in en de profeet zal dat gezegd hebben. En Aisha heeft de engel Gabriel gezien. Nee, de ander niet. Nee, nee, de andere vrouwen niet. Nee, zij alleen, zij alleen. Hoe praat ze? Heeft ze manieren? Allah zegt, als jullie de, de Jahiloen tegenkomen, wie zijn de Jahiloen? Zij die niets weten, onwetend, zij die niet in Allah geloven. Wat zei Allah? Vraag vergeving en spreek in uiterst beleefdheid tegen ze. Ook mensen die niet moslim zijn, wat zegt alleen Koran? Ook mensen die niet moslim zijn, praat met ze in uiterst beleefdheid. Wat doen moslims nu? Ah, het is geen moslim. Maar ah, het is geen heide. Maar het zijn maar christenen en joden. Wat zegt alleen Koran over, tegen moslims? Als jullie praten met joden en christenen... praat met ze in de beste manier. Dit is Koran. Maar Koran telt niet meer voor deze duivels. Dus de zwaarden moeten gesleept worden. Dus, dus nu naar Aisha... En hoe ze praat tegen Omar, de beste vriend van de profeet. Die openbaringen wist voordat ze geopenbaard werden aan de profeet. Zo'n status hebben jullie hem gegeven. Jullie zijn nu volledig katholiek geworden. Wat zei hij ze? Wat zei ze? Ik oh my god, is echt... Wie ben jij Omar? Wie ben jij om over mij... Te... Hoe haal je het in je hoofd om tegen me te praten? Zo praat de vrouw van de profeet tegen Omar. Ze noemt hem niet eens Omar, ze creëert afstand. Mijn nieuwe Malik. wat heb jij nou met mij te maken? Ze zegt niet, het spijt, het is niet dat ze denkt, dit is een moment dat ik, die ik grijp om te laten zien dat ik gekwetst ben, dat ik mijn lieve man heb gekwetst, die tevens ook de profeet is. Het is niet dat ze zegt, Omar, de profeet is niet bij mij. Wil jij wat we noemen in Marokko, de witte draad die verbindt? Dat, noemt, dat zeg je maar ook, de witte draad die verbindt. Ja, Weet van peaceful. Wil jij die witte draad zijn die mij met, met mijn man verbindt, die nu op dit moment boos moet zijn? maar, mag ik even bij jou uithuilen en dit en dat? En vertel de profeet dat het niet mijn bedoeling is. Nee, joh, die Aisha bestaat niet, die jullie denken dat, dat ze is. Wat moet je? Wat, moet je wat, wat, wat heb je hier te zoeken, wat kom je, wie, Hoe haal je het in je hoofd om tegen me te komen praten, Omar? Je bent een ghattab. tab? Meili je bent een Aleke Biaitik. Ze zegt tegen hem: Kom niet tegen mij preken, ga tegen je eigen dochter preken. Wie is zijn eigen dochter? De andere vrouw van de profeet, die de profeet heeft verlaten. Dus wij weten nu dat Aisha en Hafsa rot waren. De profeet was niet gelukkig met ze. Hij had geen gelukkig huwelijk. Wij lezen in Koran dat Allah tegen de profeet zegt, jij kan niet vrouwen kiezen en selecteren. Je blijft bij wie je bent. Dus het kan dat de profeet niet gelukkig was bij zijn vrouwen. Maar dat geldt alleen voor de, voor de profeet, wij zijn geen, wij zijn geen Joden en Christenen. Moslims mogen scheiden. Allah legt in Koran uit in zoveel passages, je mag scheiden. Probeer eerst tot elkaar te komen. Kijk even of familieleden jullie kunnen verzoenen. Maar als het niet gaat, scheid van elkaar en zoek een ander. Wij zijn geen Joden of Christenen. Wij mogen scheiden. is geen probleem. Ook al is het nu een taboe. Want jullie leren van Joden. Dus het zou kunnen. Ja? Zelfs in de Koran vinden we. Onderbouw, onderbouwing waarom de profeet toch gebleven is bij ze. En wie tegen mij zegt: ja, maar waarom dan is die gebleven? Allah vertelt in Koran dat de vrouw van Lot en Noah waren rot. Ja. En dat de vrouw van de farao goed was. Dat verhaal wat ik jullie verteld heb. Allah zegt, de vrouw van Noah en de vrouw van Lot waren rot, bedriegsters. Maar toch, maar toch zijn de profeten van God ermee getrouwd. En Allah zegt, maar kijk dan naar de vrouw van de farao. De farao was rot, maar zijn vrouw was beter. En ze zegt tegen Allah, Allah bouw voor mij een huis in het paradijs bij u. Want ik ben niet zoals mijn man de farao. Snap je dit? Dus vertel me niet, ja, maar dan was, waarom is de profeet gebleven? Dat is toch niet logisch? Als het logisch was, was je bij Koran gebleven. Denk over die logica voordat je logisch en niet-logisch gaat bespreken. Wat weet jij nou van logica? Dus Omar zei geen woord tegen Aisha. En hij is direct naar zijn eigen dochter gegaan. Want nogmaals, tweede vrouw. de andere val van de profeet die ook wat geflikt heeft. u ala hafsa Omar? Verkult Ja, Hafsa. Tegen haar weer. Hafsa. Is zo brutaal geworden. Ook bij Hafsa gebruikt hij de werkwoord tu'ri. Allah hangt de ergste hel aan wie tu'ri bij de profeet doet. Dus wij weten nu dat Aisha dat gedaan heeft en Hafsa. Ja? En conform Koran krijgen ze de ergste hel. Maar conform, wa, op grond waarop? Op grond van dit werkwoord. Ik heb het nu over dit werkwoord. En Koran. Ja Hafsa, bedankt. En het. Rasulullah sallallahu alaihi wa Wallah en Omar zweet. Wallah lakad alemt. En de en sallallahu alayhi wa sallam, Omar zegt tegen zijn eigen dochter: Ik zweer op Allah, jij weet dat de profeet niet van je houdt. Met andere woorden, je maakt het nog erger dan het is. Ja? Ja, jij hangt al bij hem aan een draad. Hij houdt niet eens van jou. Hij is bij jou niet uit liefde of uit lust. De profeet. Hij wordt afgeschetst hier in Frankrijk: caricatuur, de profeet houdt van vrouwen, van seks. Van de... Maar wij lezen nu: de profeet ging niet bij, met vrouwen trouwen vanwege de seks. Hij ging met vrouwen trouwen om andere redenen. Want hij hield niet van deze vrouwen. Hij, het is niet dat hij gelukkig was, of dat hij aangetrokken was, of dat hij blij was. En toch was hij bij hun. Zelfs de vader van deze vrouwen erkent en bevestigt en getuigt dat de profeet niet van ze hield. Dat is de beste getuige die je kan hebben. Hij zegt tegen haar, en hij zweet. Was het niet dat jij de dochter bent van mij? Ik ben de vriend van de een apostel van de profeet. Was je al lang gescheiden van hem? Dus ik. En het is een heel lang ding. Het is een heel lang. Uh, heel lange hadith ga ik niet allemaal met jullie delen. Ja? De profeet is gebroken, is gekwetst, zat alleen en, en, en. Door wat? Door Aisha en Hafsa. Ben ik hier de duivel? Ben ik hier de misleider? Nee hoor, ik lees al Nauwi ala Muslim. Deel 10, pagina 65. Ja? En het is hadith 1479. Ga lezen, niet pop, 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 op jouw manier. Doe op jouw manier wat jij op jouw manier doet. Dus is het zo vreemd dat we nu lezen dat Aisha de profeet had willen beschadigen. He? Is het zo vreemd. We gaan iets anders lezen en dan ga ik hem afronden. We gaan iets anders lezen. Ga ik hem afronden. Is hadith sahih. We hebben hadith van al hafid bin Hajar fil-Fath faqal. Aan Aisha. Weer is het Aisha die vertelt. Weer is het Aisha die vertelt. Het is altijd Aisha. Radhi Allah aan haar. Ach, Allah zegen haar. Wat maakt het nou uit dat ze de profeet kapot heeft gemaakt. Ongelukkig. Bijna had gedood. Maar maakt het nou uit? Haar vader heeft de profeet bijna gedood. We blijven ze zegenen. Want dat is wat ze doet. Gewoon doorgaan. Ja. Aan Aisha. Radhi Allah. Kale. Raja Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mijn genezen. al bakir. De profeet komt terug van de begrafenis. Hij komt binnen en Aisha is al bezig. Oh, mijn hoofd. Ik ben ziek. Oh, mijn hoofd. Oh, ik ben ziek. Oh, ik kan niet meer. Oh, ik heb hoofdpijn. Oh. Dus, dus geeft de, de profeet komt net thuis van een reis. Ze zegt niet: Heb je dorst? Heb je gegeten? Ben je niet moe? Ach, mijn lieve man. Wil je lekker gaan zitten? Wil je een kussentje? Ga dit. Nee, is niks. Dit is niet. Dat is wat jullie denken te verwachten van jullie vrouwen vandaag de dag. Een moslima, zorg goed voor haar man. Want immers, de vrouwen van de profeten hebben het ook gedaan. Een moslima moet goed, voor haar, moet goed voor haar man zorgen vanaf het moment dat hij binnenkomt. Ja? Wij hebben grapjes in Marokko, en dat zijn grapjes, grapjes die vrouwen vertellen. Wanneer ben je een goed vrouw? Als ik mijn man op mijn rug draag op het moment dat hij zijn schoenen uittrekt bij de deur. Dan draag ik hem op mijn rug naar de bank. Ja? Dat zijn die vrouwen die hun mannen uitlachen van, denk je nou echt dat ik een slavin ben? In waar ik vandaan kom zijn in ieder geval de vrouwen geen slaven van de mannen. Totaal niet. Als ze vechten, die geeft een boks, vrouw geeft een boks. Zo ken ik het. Dat geldt ook voor mijn eigen tante, die heeft een keer een tafel gebroken op haar man. Waar ik vandaan kom, ik ken niet vrouwen die onderdanig zijn, slavinnen zijn van hun man. Ja? Hij sloeg haar met zijn schoen, zij sloeg hem met een heel tafel. Op. En mijn moeder kwam erbij. Mijn moeder die zei, wat nou jij mijn zus slaapt. En toen duwde mijn moeder zo de tafel en hij plakte zo tegen de muur. Dit is waar ik vandaan kom. Dus ik praat vanuit mijn eigen ervaring. Dit is de streek in Marokko waar ik vandaan kom. Ja? Dus daar lachen de, vrouwen, de mannen uit als ze denken te verwachten dat de vrouw onderdanig is. Maar hier zien wij ook Aisha die zo is. Aisha zien wij ook. Aisha vraagt niet naar de profeet, geeft hem geen comfort, zet geen stoel klaar, geeft hem geen water, niks, 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 niks. Hij komt binnen en de plaat begint al te draaien. Ik heb hoofdpijn, ik heb hoofdpijn. Ik heb... Wat zei de profeet? Ach, mijn lieve Aisha, heb je hoofdpijn? Ah, ga toch even zitten. Zal ik even wat iets voor je geven? Zal ik jou geven wat je me had willen geven, misschien? Een beetje van dat gif. Zal ik jou dat geven? Even je mond openen. Huh? Je Jullie snappen dat ik cynisch ben.

De profeet zei tegen Aisje: Oh, Aisha, ging je maar dood. Ga toch dood, Aisha. <laughs> dit is echt is erg. Dit is echt erg wat jullie allemaal hebben, jullie boeken. Want dat horen jullie nooit in de moskee. Klinkt dit als een profeet die gek was op Aisje? Ja? Hij vraagt niet: Wat is er, wat kan ik. Aisje, wanneer ga je nou dood? Dè, leke en Oh, Aisha. Ging jij maar dood eerst. voordat ik dood ga? Ze leggen jullie uit. wat de profeet bedoelt. Aisha, ga toch dood terwijl ik nog leef? Aisha. ze vertellen jullie nog van. hé, het is een hadith. die ook daarin voorkomt. en en en. Kaal, ma moet. kabli. Ja, de profeet zegt tegen Aisha: Ach, is het zo erg als jij doodgaat voordat ik doodga? Hij zegt: Als je doodgaat, doe ik alles uh, het beste wat ik kan doen. Ik ga je wikkelen. Ik ga je begraven. Ik ga voor je bidden. Is <laughs> de profeet in jullie boek. Aisha gaat toch dood? Dus, weet je. Als je iets graag wil van iemand en de ander tegenstribbelt, wat zeg je dan? Ach, doe dat nou, dan krijg je van mij alles wat je wil. Doe dat nou, dan krijg je van mij alles wat je wil. De profeet zegt tegen Aisha in, in deze hadith, Aisha ga dood, dan krijg je van mij alles wat je wil. Klinkt dit als een profeet die gelukkig is met Aisha? Dit is die Aisha die, waar hij zogenaamd mee getrouwd was op haar negende. Dit is het. Want hij wilde haar zo graag. De profeet kon niet wachten op Aisha, wilde haar zo graag. En hij trouwde met haar op haar negende. Wat niet in Koran staat. Het is allemaal verzonnen over de profeet om hem te verminken. Is, klinkt dit als een gelukkig huwelijk? Klinkt dit als een, de profeet als een man die vrouwen verzamelt... waar hij uh, seksueel door aangetrokken was? Is dit, wat je, is, dit, is dit de profeet die vrouwen aantrekt omdat ze mooi zijn? Waar hij gek op was? En hij zegt, ga toch dood. Ach, ga nou toch dood, dat ga ik voor je bidden. Ja? Is, dit, dit, is, dit is de ramp ze ze vertellen jullie uit grammatica wat het allemaal betekent. niet wat het allemaal betekent. ze zeggen, nee, nee. Dat, dat, dat meende de profeet niet. Nee, dat zeiden ze als ze boos waren op elkaar. Hou toch op, man. Wat weet jij nou wat de profeet meent? Zie, ze gaan hier invullen. De film is begonnen. Ze verzinnen voor alles een film. Wat zegt, wat zegt Aisha? Als je zweert op Allah, wallahi inni la'adhunna katuhibbu mawti. Als je zegt, ja profeet, ik geloof het. En ik zweer op Allah dat ik jou geloof. Ik geloof dat jij wenst dat ik dood ga. Wallahi inni la'adhunna katuhibbu mauti." Als jullie hadithboeken bestuderen, wat zeggen ze? Een moslim mag nooit liegen. Niet om grapjes te maken, niet zomaar. En je mag niet liegen. Zelfs als de ander weet dat je tegen hem ligt, alleen maar voor een grap. Zoek het op, zoek het op, zoek het op, zoek de ramp op, tegenstrijdigheid. Je mag, al, wallah, mag je nooit gebruiken in hadith Islam, in, in sharia. Dus Aisha zegt hier, wallahi, inni la adhunne Ik zweer op Allah, ik geloof jou profeet, jij wenst dat ik dood was. Hm? En dan zeggen ze, <laughs> jullie duivels zou Aisha hier bedoelen dat de profeet euh, zou ze hier reageren op dat de profeet zei ging je maar dood voor mij you don't say is dit nog een vraag <laughs> ah, het lijkt erop dat Aisha reageert op wat de profeet zei daarvoor waarom ga je nou niet dood voor mij wat is dit voor niveau wat is dit voor niveau wat is dit voor, voor achterlijke this is no rocket science man En wat zei ze tegen hem? Ah, als jij zin krijgt en ik ga dood voor jou. La Je zal tot het einde der dagen blijven zoeken naar andere mooie vrouwen. Je gaat van mooie vrouwen naar andere vrouwen naar andere vrouw. Dus Aisha zegt tegen de profeet dat hij een rokenjager was. En jullie geloven het en jullie nemen het aan. De profeet was een rokkenjager. Hoe kan hij een rokkenjager zijn? Terwijl dezelfde Ahadid zegt dat hij bij een oude dame die weduw was, gebleven was, tot ze dood ging. Hij was met haar getrouwd en hij was gelukkig tot ze dood ging. Dat niet alleen. Ze hadden samen een bedrijf wat goed ging. En hij was gek op haar. En nu zegt Aisha, je bent een rokkenjager. Accepteren jullie dit over jullie profeet? Dat ze dit zegt over jullie profeet? Jullie hebben mensen hier in Europa vermoord omdat ze een profeet hebben getekend. Jullie hebben ze vermoord. De ene is met mes op straat, de ander is onthoofd. An Waarom? Omdat hij de profeet heeft getekend. Hoe kunnen jullie accepteren dat als je jullie vertelt in jullie gezicht: jullie profeet is een Rager en jullie blijven, maar, blijven lachen? Waar is jullie trots, waar is jullie eer, waar is jullie kritisch denken? Wat moet Aisha doen om, om jullie te doen beseffen dat ze niet is wie jullie denken dat ze is? En Ahadith praat in codetaal taal tegen jullie. Aisha is niet wie jullie denken dat ze is. Wat moet ze doen? Wat moet, ze, moet ze jullie vertellen dat ze een mes in de profeet heeft gestoken? Wa, wa, wanneer is genoeg genoeg voor jullie? Dat is verschrikkelijk. Dat is toch veel... Dit is Aisha. Voor nu laat ik het hierbij. We gaan door naar Now with man. In de volgende video, inshallah, laten we nog leven. Yeah? Nou, Maar vergeet niet, vergeet niet, dat Aisha vrijwillig op oorlogspad is gegaan, wat heeft geleid tot de dood van Ali. Vergeet niet dat diezelfde mensen die Aisha heeft gesteund in hun campagne, Ali hebben vermoord. Dat niet alleen. Zijn zoon hebben vermoord, onthoofd Hussein. Hussein, de kleinzoon van de profeet, is onthoofd. Door wie? Door de groep die Aisha heeft gesteund, uiteindelijk. Ja? Dat is het. En Hussein's hoofd is meegenomen naar het paleis van Yazid. Yazid, deze duivel, ik, ik hoop dat hij in hel brandt, maar, maar Hadith Moslims, jullie zegenen hem in moskee. Dit is wat hij gedaan heeft. En in zijn paleis heeft hij het afgehakte hoofd van Hussein laten rollen. Ja? Dat is wat hij heeft gedaan. Hij heeft het afgehakte hoofd van Hussein laten rollen in zijn paleis... terwijl zijn dochter toekeek. Weet jullie dat of niet? En dit zijn de mannen die uh, 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 Aisha heeft gesteund. Ja? Nam zijn hoofd mee als een trofee op een stok... en hij dwong de dochter van Hussein, Sakina, om het te zien... Maar Sakina, dus de, 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 de de, eigenlijk de dochter van de kleindochter van de profeet, die wilde het niet zien, die wilde niet het hoofd van Hussein zien, van haar vader. Die ging schuilen achter de troon van deze kalifa die haar nu gevangen heeft genomen. Als een soort Jafar in Aladin. Ja? En wie was deze kalifa? Jij ziet. De jullie eer in de moskee, ahadith moslims. Terwijl dit gebeurt, het hoofd van Hussein rolt in het paleis van de kalifa. Zijn dochter Sakine gaat achter de troon. Ze wil het niet zien, het hoofd van haar vader. Komt er een maffia. En die keek naar Fatima. Ja? Die keek naar Fatima. Ook kleindochter van de profeet. Dus een maffia van deze Yazid. En hij zegt, oh, dat is een mooie vrouw. Heb huh? hier. Hij zegt, die, 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 die. Wie, hier? Wie, wie zijn deze vrouwen die nu gevangen zijn genomen? Als een soort Jasmine door Jafar. Wie zijn deze vrouwen? Hulpeloos. Al hun mannen, alle de, de mannen in hun familie zijn vermoord. Dat zijn de mannen van de profeet... van de familie van de profeet. Ze zijn vermoord, onthoofd. De ene nog erger dan de andere. Hassan kotst zijn leven uit. Hossein is onthoofd, zijn hoofd rolt in het paleis van de kalifa. Zijn dochters worden gedwongen om naar het hoofd van hun vader te kijken, die op dit moment waarschijnlijk half aan het rotten was. Ja? Te midden van dit, wat gebeurt er? Te midden van dit? Waarom vertel ik jullie dit? Dit zijn de mensen die Aisha heeft gesteund. Te midden van dit komt er een crimineel van deze kalifa, zijn handelanger. En hij zegt: Heri hier, hier. Die, 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 die daar. Fatima, die daar. Oh, dat is een mooie wij wijf. Die wil ik. Ja? Emir al muminin Hij zegt: "Oh, leider van de moslims. De leider van de moslims. De prins van de moslims. Die, die. Orido, heri hier. Die, die, die wil ik. Alsof hij, alsof hij gebak uitkiest. Waarop Zeyneb el-Kobra, de dochter van Ali, dat is haar tante. Zeyneb, de tante van dit meisje. De dochter van Ali. Dit is de dochter van haar broer dus. Haar tante. He? Een moslima. Wat zegt ze? Ze noemt haar Zeyneb el-Kobra. Die komt, stapt naar voren en ze zegt. Wat zegt ze? Wallahi. Niets van. Dit is een vrouw, ze heeft niemand. Ze staat nu in de kalifa, in het paleis van de kalife. daar is niemand. Alle mannen van haar, haar broers, haar ooms, iedereen is dood, vermoord. Dus het zijn nu alleen de vrouwen van die familie, ze hebben niemand. En ze staan tussen de maffia die jullie noemen Yezid, Allah zegene hem in je islam Maar ze zegt: alles pik ik. Tot je je vinger gaat zetten op de, de kleine dochters van de profeet, dat pik ik niet. Ja? En daar ga ik voor vechten. Ja? Zijnab al-Kobra zei dat. En wat zegt ziet? <laughs> wat zegt ze? Wat zegt ziet? Toen heb zo sprong. En, en wie dit eigenlijk leest, ook al geloof ik in Hadith, krijgt er kippenvel van. Wat zegt ze? Kelle, Niets van. Kelle in het Arabisch. Dat is recht direct. Niets van. Het gaat niet gebeuren. Niemand neemt haar als in, de kleindochter van de profeet. Wie zijn, dit zijn moslims, dit zijn niet joden, dit zijn niet atheïsten, dit zijn niet christenen. Dit zijn moslims. Jullie noemen ze moslims, ik noem ze duivels. Jullie kalifa's die islam vorm hebben gegeven. Snap je waarom islam vandaag de dag gaat alleen maar over dood, haard, haard, sla, sla, dood, dood, hang, homo's, hangrokken, hangkortrok, hang, geen hoofddoek, hang. Dit zijn ze. Nu snap je waar het vandaan komt, deze islam. Het is niet de islam van Koran. Ze zegt, haar tante springt daarvoor: ze Kalla me bari. wala. Zo'n zo sterk vrouw, zo'n sterk haar tante. zo'n sterk vrouw. Ze durft tegen de kalifa in zijn paleis te zeggen: Niets van. Nog jij kalifa, nog jouw crimineel handlanger zal haar krijgen. Ja? Wat zei je toen tegen haar? Kalla Bek dicht. Als ik haar als seksslavin wil, dan zal dat gebeuren. Wie is jij ziet? Khalifa. En jullie bidden voor hem in de moskee. Allah geef hem de hemel. Wie? familie van de profeet heeft vermoord. Husseins hoofd heeft afgehakt. Heeft laten rollen in zijn paleis, gewoon om mee te spelen. De dochter van Hussein daarna heeft laten kijken. En hij wilde Fatima als seksslavin geven aan zijn handlanger als beloning. En jullie zeggen ze in moskeeën, in jullie hadith islam. Als Shia, en ik zeg dit met vol trots: als de Shia-mensen niet gek waren met hun rituelen en het aanbidden van de twaalf imams en al die onzin, was ik een Shia-geworden. Ja, dat is, en ik zeg het, ik ben geen Shia, ik zal geen Shia worden. Maar als zij niet hun gekke rituelen die ze hebben, hadden, als ze dat niet hadden, was ik met trots Shia. En, en dan nog. En dan nog buig ik in respect voor de Shia-mensen, omdat jullie zoveel van de profeet en zijn familie houden. En daarin zijn we samen. Ja? Dit is het. Dit zijn, Waarom vertel ik jullie dit? Dit zijn de mensen die Aisha heeft gesteund. Aisha, de vrouw van de profeet, die niet uit huis mocht. In Koran mocht ze niet uit huis. Zij is eruit gegaan en zij ging op een kameel tussen 20.000, ik zei 10.000, ik heb het opgezocht, 20.000 mannen. Ze mocht niet één man zien in Koran, maar zij is nu tussen 20.000 man op een kameel als vrouw naar Irak. Ja, dit is het. Dit is jullie Aisha. En Aisha heeft gehuild en heeft toegegeven dat ze fout zat. En ze zegt: Ik wil niet naast de profeet begraven worden. Wat ik gedaan heb was fout, ik had het nooit moeten doen. El Beni heeft gezegd: dat Het is de vrouw of Aisha de hemel krijgt. Dit is Aisha. Maak mensen niet gek met Aisha, vrouwen van de profeet. De profeet had niemand. Net als Jezus, de profeet had niemand. Dat is het. Ja? De profeet had niemand. Jullie islam is ontstaan door kalifa's. Nu snap je waarom het een andere islam is dan Koran. Maar nu zijn er blanken hier in Europa die Koran verbranden. Dat is nog het pijnlijke. Ze verbranden Koran omdat ze denken, want ze lezen geen Koran zij denken dat wat, ze, wat jullie ze vertellen dat dat de islam is van Koran. Ze snappen niet dat ze Koran moeten steunen en dat ze jullie boeken moeten verbranden. Het zijn achterlijke blanken net als jullie. Ze lezen niet. Ze gaan geen Koran lezen nooit. Dat is het. Door wie is deze islam ontstaan? Door dit soort door Ma'awiyah, door door de, uh, wat ze noemen de uh, dynasty. Dit is het. Dit, is, dit zijn jullie kalifas. Dit zijn jullie kalifas. De een was nog psychischer dan de ander. Dit is, dit is wie ze zijn. Ze dit zijn jullie. Ach, dit, dit is Aisha. Ik kan jullie nog veel vertellen. Maar dat ga ik niet doen. Want ik wil door, inshallah, als ik nog leef. Een andere keer, als ik weer kan. Ja, ga ik jullie vertellen over Uthman, Want die moeten we ook bespreken. Ja? Dan ga ik jullie vertellen wat ze met Ali hebben gedaan. Wie wat met Ali heeft gedaan. De spijt van Aisha. Dan gaan we naar Moawiyah. De ergst vijand van de profeet. Die jullie eren. En hij heeft jullie islam bepaald. Moawiyah. Ja? En dan stop ik daar. Waarom tot met Moawiyah? Omdat jullie Moawiyah rekenen bij de beste kalifas. En ik vertel jullie. Daar is geen beste kalifa. Het waren allemaal duivels. Waarom zijn ze duivels? Omdat de profeet in jullie boeken heeft gezegd. Ali had de kalifa moeten zijn. Jullie, sahih, moslim, heeft dat gezegd. Zelfs Bulgarië erkent dit. En een hoop boeken. Ali is de man waar Allah van houdt en die van Allah houdt. Ali is mijn Aaron, zoals Aaron, Mozes Aaron had, heb ik Ali. Ali is de man die mijn beschermt als ik er niet ben. Ali is de man die in het leger de, de vlag draagt. Het is allemaal hadith Sahih. Maar jullie stellen je de billen omdat jullie simpel zijn. Dus, jullie zijn simpel, simpel. Ja? Want het is geen recept. Was het een msummenrecept, couscous, Ah, jullie begrepen. We moeten zeven groenten doen, we moeten kip, we moeten kikker. -er. Begrijpen jullie allemaal. Maar omdat dit gaat om iets wat mooi is, iets wat jullie ziel kan redden? Nee, we blijven in kotspot roeren. Wat jullie noemen hadith islam. Nee, wij willen geen vrede van Koran. Wij willen duivels-islam die zegt dood, dood, dood. Nee, wij willen geen Ali die de profeet heeft opgevoed. Wij willen Omar die zegt ik ben beter dan de profeet, want ik heb muwaffaqat Omar. Ik kan openbaringen raden voordat ze komen. Dit is wat jullie zijn. Hier laat ik het bij. Is Omar en Abu Bakr goed? Nee, conform jullie boeken niet. Ze hebben de profeet willen doden... Ze, waren, ze hebben over de profeet ver, geroddeld. Ze hebben de profeet vernederd waar hij niet bij was. En de profeet heeft ze vervloekt. Ga terug naar andere video's. Zijn de vrouwen van de profeet, zijn gezin, zijn die dan goed? Nee. Het verhaal is dit. Ja. Hoe zit dat met de andere kalifas, die jullie noemen de beste kalifas? Tot en met mijn oude. Inshallah gaan we zien in de volgende video. Voor nu heb je genoeg. En je mag me controleren. Controleer de boeken, controleer je imam. Vraag, doe dit, wat. Ja. En jullie zullen zien, jullie kunnen geen kant op. Dit zijn allemaal erkend boeken door jullie. En nu lopen jullie vast. Dit is een koek van eigen dicht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eén voorbeeld wat ik hier nog bij de hand heb, wat ik met jullie heb willen delen. Excuses jongens, ik ben het vergeten. Staat in Bukhari en in. Rawah uh, al-Bukhari fi Is sahih uit de mond van Enes ben Malik. En wat zegt hij? De profeet was bij een van zijn vrouwen. En toen stuurde een. Dus bij wie? Bij Aisha. Maar waarom willen ze haar hier niet vertellen? Bij Aisha. Waarom willen ze haar hier niet weg. Ze censuren haar naam hier? De profeet was bij een van zijn vrouwen. En dus stuurde een andere vrouw eten daar naartoe. Bij taam. Maar de vrouw bij wie de profeet was, gooide dat eten zo op de grond omdat ze boos was. Maar ze wilden de naam hier censuren. Ze willen haar censuren. Bulgari censuurt de naam, wederom. Ik heb jullie nu zoveel voorbeelden van Bulgari laten zien. Die de namen censuurt als het gaat om Abu Bakr, Omar, Aisha en en. Hij heeft het hier heel vaak over. De profeet was bij een van zijn vrouwen. En toen stuurde een, een andere vrouw van de profeet eten naar hem, terwijl die was bij een van de vrouwen. Maar bij wie was die dan? Bulgari. Bulgari, jij zegt dat je zoveel tijd hebt gestoken om alles te verzamelen. Waarom weet je niet eens de naam van wie de profeet was? Bij wie de profeet was, dan moeten we jou geloven dat je alles nauwkeurig hebt. Zie je de censuur, zie je de censuur? Ja? En toen de vrouw bij wie de profeet was, censuur, niet de naam geven. Daarab heeft uh, het eten zo so op de grond geslagen uh, uit de persoon die dat kwam brengen uit zijn handen. khadim de huishulp die het eten kwam brengen, Aisha sloeg het zo uit zijn handen en viel op de grond. Sahfa, van De schaal viel op de grond en brak in twee. Alayhi Wasallam, En de profeet ging dus op de grond. Op zijn, op, op zijn knieën ging hij op de grond het eten verzamelen. Waarom heeft de Profeetse vrouw voor zo'n daad niet geslagen? Jullie hadden jullie, een paar van jullie hadden de vrouw waarschijnlijk opgehangen. Ik ken een paar temperamentenmannen die ik ken, hadden waarschijnlijk de vrouw opgehangen voor dit. En nu overdrijf ik een beetje, maar ze hadden haar goed, dan had hij haar goed gemasseerd. Maar wat doet de Profeet? Niets. Hij gaat op de, op de grond en verzamelt het eten van de grond. Die eisen uit de handen van het huishulp. Heeft geslagen. Wat ja. je koelt, gaat om me En de profeet heeft een schaal vervangen en meegestuurd met het huishulpje. Maar de Bulgari vertelt jullie niet wie dit is. Bulgari past censuur. Bulgari past censuur. Zo vaak heb ik het nu bewezen. لذا بوخاري ليس صادقاً وليس شفافاً. نحن الإمام أحمد في مصندي. هذا هو ما نقرأه في الإمام أحمد في مصندي. وأخرج الإمام أحمد في مصندي من حديث أنس أيضاً أن صلى الله عليه وسلم كان عند بعض النساء قال أظنها عائشة. الإمام أحمد بن أحمد حنبل إسناد أحمد. يقول: أعتقد أن عائشة هي. أعتقد أن عائشة هي. Dit is het. Maar ze zeggen hier op islamweb.net over deze hadith. Zeggen ze. We geloven al-Hadith van dat hadith. Wat is dat? Hij zegt de meeste hadith censuren. Dit is islamweb. Sunni. De meeste hadith willen niet de naam van Aisha geven. Ja. Alleen een paar geven dat. Dus de hoop hadith doen censuur. Snappen jullie? Zien jullie? Dus. Dus. Toen we lezen bij die twee mannen die gemaskerd waren, de profeet wilde doden. De twee mannen die daarna Hodeva kwamen vragen: van Heb, heb je gezien wie dat waarheid? Vorige video. Ga naar de vorige video. Toen we daar gelezen hebben: van Het zijn twee mannen, censuur. Wie, wie zijn de twee mannen die bekend staan als twee mannen? Alma en Abu Bakr. En Allahu aalam. Maar we zien nu de censuur. Zodra het gaat om belangrijke namen in de islam, wordt censuur toegepast. Ze schamen zich niet om jullie te vertellen dat de profeet op de grond ging op zijn knieën om eten te verzamelen. Maar ze schamen zich wel om jullie te vertellen dat het Aisha is die dat gedaan heeft. Nee, Bulgarië doet censuur en licht en misleid. En Ahmed ibn Hanbal in zijn moesnet vertelt jullie: het was Aisha. Dus even, dit, dit moet jullie even vertellen over hoe Aisha was. Dit is wie Aisha was. Dit is wat ze doet met het eten van God.